Dag lieve mensen. Wat geweldig dat u hier bent. Mijn naam is Sarita Bajnat en ik wil u van harte welkom heten in ons foyerprogramma. Wat leuk dat u er bent. Heeft u een beetje genoten van het programma daar? Ja, ik zie al iemand applaudisseren. Hoe bevalt het tot nu toe? Bevalt het een beetje goed? Ja, dankjewel. Oké, ik heb een kleine fan. Dankjewel. Hoe is het voor u geweest? Mag ik het aan u vragen? Hoe was het programma? Wat maakt het meeste indruk? Ja, ik kan weken naar Astrid Roemer luisteren. Dat maakte de meeste indruk. Maar het was heel leuk. En het barok vond ik trouwens ook. Het barokgedeel vond ik ook geweldig. Oké, het barokgedeelte vond u geweldig. En u, mag ik aan u vragen wat u het meeste indruk maakte? Ja, de zangers. De zangers? Ja, de muziek vond ik fantastisch. Ja. Wat leuk, wat leuk. Ik ga nog even verder vragen. Wat mag ik aan u vragen? Wat vond u het mooiste aan het hoofdprogramma? Alles eigenlijk. Elke gedeelte was wel mooier. Toevoegingen en inspirerend ook. En de muziek. Ja. Wat leuk. En hoe was het bij u? Wat was voor u het mooiste gedeelte? Ik denk toch wel de muziek eigenlijk. Holland Barok? Ik merk dat Holland Barok bij heel veel mensen aanspreekt. Ja. En ook het verhaal van die dame Daphne Huisden. Vond ik ook heel mooi. Ja. En wat raakt je precies van het verhaal van Daphne? Dat stukje van die papa Koenders. Die al 150 jaar met 150 jaar verder bezig was. Hartstikke mooi, dank u wel. Ik wil u vragen om ruimte te maken voor een lekker toetje wat we voor u hebben. We hebben namelijk een geweldige spoken word artist, Brittany Lindo. En ik ben ontzettend onder de indruk van jou. Je komt uit Rotterdam. Je ziet jezelf niet als schrijver. Maar mensen kunnen ervaren of ze jou zien als spoken word artist, storyteller of poëet. En je laat het helemaal over aan het publiek. Lieve mensen uit het publiek, mag ik een daverend applaus voor Brittany Lindo. Ja, maar jij kan hem ook pakken als je wil. Test, test, test. Kan iedereen mij goed verstaan? Ja. Ik ga hem wel iets lager zetten hoor. Oké, top. Tilte, zodat Brittany haar spoken word kan voorlezen. Dankjewel. Ik heb twee teksten voor jullie, dus ik zal beginnen met de eerste. Leegte. Dat is wat ik voel als het verleden aan mijn kust aanspoelt. Ik verdrink in de eindeloze mogelijkheden die er hadden kunnen zijn als de witte man niet gretig was om zijn moraliteit in te wisselen voor het hebben van de grootste heerschappij. En ik weet het. Ik spreek mezelf tegen wanneer ik het heb over leegte en voelen in dezelfde context. Nee, zie het niet als leegte zoals de absentie van alles. Ik word eerder overspoeld door de leegte zoals een verdoving die pijn geen ruimte geeft. Mijn geschiedenis. Alles uitgewist. Soms vraag ik me af of ik nog besta als mijn verleden ergens te vinden is. Maar toch. Wanneer ik in de spiegel kijk, zie ik de tijdlijn van oneindige levens, verhalen en inspiratie in mijzelf verweven. Maar aan de andere kant zijn mijn DNA-sporen verloren in de eb en vloed van de oceaan van leugens, wat dient als de fundering van het westerse voorspoed. En hoe erg ik soms claim te weten waar mijn voorouders hebben geleefd, voel ik me soms gevreemd in de realisatie dat ik het nooit zeker zal weten. Maar wie hou ik voor de gek? Hoe ik mij gevreemd voel in de kaders van mijn uitgewiste verleden, voel ik mij nog gemener wanneer ik vol enthousiasme spreek dat mijn voorouders op de Antillen hebben geleefd en daar vandaan komen.
Spreid ik dan niet dezelfde leugens, zoals het Westen die er alles aan doet om hun duistere verleden te vergeten? Amerika, de eilanden zijn niet van mij. Niet van mijn bloedverwanten of van mijn voorouders. Want hoe men het steeds heeft over de slavernij en de bloedige geschiedenis daaromheen, lijkt men te vergeten dat de inheemse bevolking van Amerika net zo lelijk door hel is gesleept. Amerika is niet van mij, Amerika was van hen. De eilanden zijn niet van mij, die waren van hen. En ik zeg dit met pijn in mijn hart. Want hoe Amerika van hen is afgepakt en overmeesterd is met geweld, zijn mijn voorouders afgepakt van hun eigen land, hun eigen wortels, en zijn zij gestrand op onbekend land en moesten zij iets claimen wat niet van hen was. Afrika was van hen, Afrika was van mij. Maar nu zijn de jaren voorbij en is het bijna oplichterij om te beamen dat het van mij is. Afrika was van mij, Afrika was van hen. Maar nu leven we in een maatschappij die dit zoveel mogelijk geheim houdt en Afrika uitkotst alsof het nooit het paradijs was voor hun voorspoed. Afrika was van mij, Amerika was van hen. Maar nu zijn we beide vervreemd van ons thuisland, van onze grond, ons verleden, beide op andere manieren, maar toch met evenveel oneerlijkheid. Ik ga dakloos door het leven heen, geboren op het westerse land die laat weten dat ik niet bij hen hoor. Met ouders die komen van het magische eiland, maar toch zonder kennis van wat er daarvoor onderdeel van hun bloed was. Ik wil terug naar huis. Niet Amerika, het liefst Afrika, maar dat is onmogelijk door de ruis tussen mijn verleden en heden. Ik wil terug naar huis, maar ik weet niet waar ik heen moet. Ik wil terug naar huis, maar het enige wat ik heb is mijn huid en bloed als sleutel tot de voordeur die verdwenen is. Mijn geschiedenis. Uitgewist. Maar waar ben ik als dit land niet van mij is en mijn thuis van mij vervreemd is? Ik denk dat ik vastzit. Ergens verdwaald in mijn dromen of eerder verslaafd aan het eindeloos fantaseren en oneindig hopen van het hebben van een thuis. Dus nu drijf ik aan de oppervlakte. Verdrink ik in de leegte van mijn verdoofde emoties, dromend over thuis, wonend in een land vol ruis en vreemdelingen. Dank je wel. Veerkracht. Ik denk aan jou, aan ons, aan iedereen die de kleur zwart in zijn aderen bevat. Veerkracht. Ik denk aan onze glimlach, met verstopte tranen in onze ogen. Eindeloos bedrogen, maar toch sterk genoeg om het vuur in ons hart nooit te laten doven. We zijn beroofd, geloof me, het gebeurt nog, maar toch. Ze kunnen alles stelen en ons dwingen dat wij onze schatten moeten delen, maar niemand is waardig genoeg om slechts een sprankeltje van onze ziel te stelen. Nee, ik ben trots op ons. Hoe ondanks alle koudheid onze ziel nog steeds warm blijft. Hoe we blijven stralen, kunnen genieten en feesten, ook al zijn er mensen die zich voor ons vrezen. We zijn gedreven, blijven onze dromen nastreven. Met tientallen beren op de weg krijgen we het stap voor stap voor elkaar om ons plekje te vinden. Ik hou ervan hoe wij met volle oprechtheid de successen van anderen kunnen vieren. En ik bid dat wij ooit op een dag niet harder hoeven te strijden om gezien te worden. Nee, ik focus mij op de wonderen die wij verrichten. Als licht in de duisternis zijn wij een inspiratie voor de kleintjes die zich kort op deze aarde bevinden. Ik wens ons zo'n kinderlijke tederheid toe. En ook al ben ik trots op onze veerkracht, ben ik het zat om altijd sterk te moeten zijn. Ik wens onze tederheid toe zoals een klein kind die in slaap valt in moeders armen. Ik wens ons de tederheid toe zoals de zon die zich laat vallen, wetende dat de horizon hem altijd zal opvangen. Ik ben trots op jou, op ons en ik hoop dat je niet vergeet hoeveel magie er in onze ziel zweeft. Hoe onze talenten de wereld blijven verlichten en onze huid blijft schitteren zelfs als de duisternis ons blijft omringen. We zijn het paradijs. Misschien niet duidelijk voor de buitenwereld, maar als stille wateren diepe gronden hebben en zwart zijn een superkracht is, geloof ik dat ons paradijs net zo magisch en verborgen als Atlantis is. Tot op de dag van vandaag is het nooit meer gevonden, maar nog steeds zo bewonderd en ongrijpbaar voor het menselijk brein om te begrijpen. Van superkracht tot veerkracht blijven wij machtig. En nogmaals, ik hoop dat je niet vergeet hoeveel magie er om ons heen zweeft. Want waren wij het niet? Degene die biljoenen mensen op aarde hebben gezet. Diversiteit ongekend als je kijkt naar ieder mens die komt van een zwarte kern. Waren wij het niet? Die pijn omzetten in dans, die gevoel omzetten in muziek, balans zochten in de twee en verbonden werden met melodie. Ja, wij zijn het.
die ondanks alle donkere wolken blijven schijnen en warmte blijven verspreiden. Ik ben trots op ons. Op jou, op mij en ik hoop dat we eindeloos verbonden zullen blijven door constant dicht bij onze ziel te blijven. Dank je wel. Wauw, wat een herkenning. En wat een herkenning ook in het stuk leegte. Want aan de ene kant wil je hier thuis voelen. En aan de andere kant voel je nooit echt thuis. Ja. Wat was jouw inspiratie voor het stuk leegte? Goeie vraag. Ik besefte me dat ik inderdaad... Ik voelde me een beetje eenzaam dat ik iets wilde claimen. Maar ik wist niet wat ik kon claimen. En... Toen kreeg ik gewoon inspiratie om dit te schrijven. Oké, dus je voelde een soort leegte, je wou iets claimen, maar je wist niet wat. Ja. En toen ervaarde je dat. Ja. En het andere stuk, wat ik ook zo mooi vond, ik ben trots op ons. Ik ben trots op jou, ik ben trots op mij. Maar ook een soort lichtend voorbeeld voor de jeugd. Ik proef die woorden heel erg en ik haal er ook een soort kracht uit. Wat is jouw inspiratie voor dat stuk? Ja, ja, dat de negativiteit die vaak wordt gelinkt op mensen van kleur of mensen met een donkere huid. Dat ik me besefte dat dat eigenlijk allemaal een soort illusie is. En dat we gewoon empowerment verdienen en dat we ook heel krachtig zijn. Ja, wij zijn die diversiteit die mensen zoeken en wij zijn die empowerment en wij verdienen dat ook naar elkaar toe. Ja. Ik vind het zo mooi ook dat je zegt, ik ben trots op jou, ik ben trots op mij, ik ben trots op ons. Ja. Want ben ik ook. Ja. Ja. Mag ik een daverend applaus voor Brittany? Je hebt het geweldig gedaan, dankjewel. Ja, en dan heb ik nog een toetje deel 2 voor u. Bent u benieuwd daarna? Ja, hè? Het is een meneer waar ik ontzettend trots op ben. Hij is geboren in Suriname in 1962. Hij is nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme. Hij is actief emancipator van het Tsarnami. Het is een man waar ik met veel trots en bewondering naar kijk. Hoe standvastig hij zich vastbijt in het antiracisme debat. En hoe hij met alle groepen persoonlijk spreekt om te weten, wat zijn jullie verhalen? Wat moet ik meenemen? En hoe komt het dat jullie nog niet gehoord zijn? Mag ik een daverend applaus voor meneer Rabin Baldeel Singh? Zo furieus en zo overtollig. Zo furieus en zo overtollig. Het blinde water omringt het schip dat een splinter lijkt in de oceaan. Erg eenzaam is deze tocht in de band van een noodlot. Ik ben niet de enige in deze engte van de gevangenschap, waar de mens speelt met de mens, waar de mens een beest overtreft. Dit is heus geen droom, dit geschrei, dit leed. Nee, deze tocht leidt niet tot de bevrijding. Het is een afgelegen eindpunt in de hel. En nu mag u applaudisseren. Dames en heren, een hele goede middag allemaal. Fijn om hier te zijn. Mij is gevraagd inderdaad een paar gedichten te doen, maar vooral ook als nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme te vertellen wat dat migratiejaar, dat herdenkingsjaar eigenlijk nou betekent. Ik denk niet dat ik daar helemaal een antwoord op zou kunnen geven. Ik ben in oktober 2021 door het kabinet als regeringscommissaris aangesteld om inderdaad versterkingen te bedenken om discriminatie en racisme in ons land zeg maar weg te werken. En dat is een enorme opgave, moet ik u zeggen, vooral ook omdat racisme zich in Nederland op 3 verschillende manieren manifesteert. In het alledaags racisme, wat uitsluiting met zich meebrengt, omdat we mensen gewoon wegzetten, dus discriminatie.
In institutioneel racisme, zelfs ook in wet en regelgeving, waardoor groepen mensen zeg maar uitgesloten worden. Ik heb het laatst gehad over het feit hoe het financiële instellingen zeg maar wet en regelgeving gebruiken om grote groepen mensen uit te sluiten in het financieel verkeer. Geen hypotheek willen verstrekken, rekeningen zomaar opheffen, omdat men niet kan verantwoorden waarom 60 euro door een Abdul Aziz overgemaakt is naar België. En Abdul Aziz is nou toevallig een naam wat op de terroristenlijst terechtkomt. Maar ook politiek racisme. Een taal die gebezigd wordt zeg maar, in het hart van onze democratie, waar mensen schijnbaar in dit land alles mogen zeggen in het parlement, zonder daar aangesproken te hoeven of te kunnen worden. Taal doet ertoe, dat weet u, dat heeft u ook net in de zaal 1 zojuist gehoord. Taal doet ertoe en het is denk ik ook heel erg belangrijk als je wilt streven naar dus die inclusiviteit in Nederland, die inclusieve samenleving, dan is het denk ik wel heel erg belangrijk om elkaar te herkennen en bereid zijn om naar elkaar toe te stappen, om een ander zeg maar in jouw space toe te laten, want alleen op die manier komen wij wat mij betreft tot dat inclusief Nederland. En ja, het was natuurlijk wel een heel erg mooi moment, 19 december, na gesprekken waar ik aan bij mocht bijdragen, het katshuisgesprekken, om te komen tot dat excuus is. Maar ik moet u zeggen dat ik daar waar het, want het was wel een heel emotionele bijeenkomst, daar waar ik het ontzettend fijn vond dat die excuses toch uitgesproken werd, dat er een komma uitgestraald werd, vind ik toch altijd ook als nationaal coördinator, en daar heb ik in ieder geval met Zegje ook in de media erover gedaan, dat ik vind niet dat een kabinet Rutte 4 excuses moet maken, maar dat het systeem, zeg maar, en de verantwoordelijken, zeg maar, van het systeem, dat excuses moeten maken. En dat is wat mij betreft gewoon de koning der Nederlanden. Van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat is vooralsnog niet gebeurd. Dus wat mij betreft blijft 19 december een eerste stap om te komen tot herstel. Want ik hoorde net in de zaal ook, herstel is belangrijk. Ik denk dat heling nog belangrijker is. En dan heb ik het niet over heling van de zwarte gemeenschap. Laat ik dat woord toch maar even gebruiken nu om toch de duiding eraan te kunnen geven. Maar ik denk dat heling belangrijk is voor zowel zwart als wit. En of je nou uiteindelijk een gebroken wit ontstaat, dat zien we dan wel daartussenin. Maar het is voor ons beiden. En dat kan alleen maar, dames en heren, als in ieder geval het systeem zich verantwoordt. En het systeem kan wat mij betreft zich alleen maar verantwoorden op 1 juli aanstaande, wanneer in ieder geval het staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden indachtig dat wat de minister-president gedaan heeft, dat ook uit. Gebeurt dat niet, dan is er nog 1 way out, wat mij betreft. En dat is de excuses die onze minister-president heeft uitgesproken om die te verankeren in de wet. Want als morgen een andere regering komt, dan kan het zomaar zijn dat die regering vindt dat het Rutte 4 was. En niet Pietje 1, om het maar even zo uit te drukken. En daarom denk ik dat het heel erg significant is dat het staatshoofd ook verantwoordelijkheid neemt. En ik heb hem dat maar ook erop gewezen. Dus, dames en heren, er is nog een weg te gaan. Als het gaat om inclusiviteit in ons land. En ik denk dat deze dag, het verbinden middels verhalen, zoals Maria Vlaar en Shanti Singh dat zo bedacht heeft, dat die verhalen ertoe doen. Want die verhalen laten 1 ding zien. Dat die verhalen, uw verhaal, in die end ook mijn verhaal is. En mijn verhaal in die end ook uw verhaal is. Dus het zijn dingen die gezegd worden, die herkennen, die herkenning met zich meebrengt. Maar tegelijkertijd zorgt er ook voor verbinding met elkaar. En ik denk dat dat heel erg fijn is. Dus deze middag, dames en heren, is symbolisch van grote waarde. Omdat als je het hebt over onderwijs, als je het hebt over met elkaar nader tot elkaar komen, dan is cultuur, literatuur speelt daar een hele belangrijke rol in. Dames en heren, ik ben 60 jaar oud inmiddels. Dat ziet u natuurlijk niet aan mij. Geboren in 1962 inderdaad. Maar mijn grootvader die kwam op
die vertrok op 27 november 1913 vanuit Calcutta, inderdaad naar Suriname. Dit jaar, 110 jaar geleden. Hij kreeg het nummer QQ790 in zijn penning. Hij had zo'n penning om zijn nek. Wat ook terugkomt natuurlijk in het logboek wat bijgehouden werd. Door hen die verantwoordelijk waren natuurlijk voor de inscheping. En natuurlijk voor de ontscheping zeg maar in Paramaribo. Mijn vader is dus in januari 1914 in Suriname gearriveerd. Of mijn grootvader op 18-jarige leeftijd. Hij heeft 5 jaar plantagearbeid gedaan op plantage Peperpot. Dat was een cacaoplantage. Mijn vader is in 1929 geboren in Suriname. Mijn grootmoeder kwam uit Azamgarh, uit Uttar Pradesh. Mijn grootvader kwam uit Dholepur, uit Rajasthan. En ze hebben elkaar op de plantage ontmoet op Peperpot. Ze hebben samen contractarbeid gedaan. Vervolgens hebben zij zich gevestigd in Beekhuizen. Later Livorno, later is mijn vader, die geboren werd inderdaad in 1929, in Leiding beland, hè? Kandaal, Leiding 8A. Daar ben ik geboren in 1962 en in 1973, dat is eigenlijk precies 100 jaar nadat de eerste immigranten Suriname binnen zijn gekomen, is mijn grootvader overleden. En dat, dat heb ik kunnen reconstrueren. Want zijn geboortedatum is natuurlijk niet bekend. Maar goed, als hij 18 was en het staat wanneer is gekomen, dat heb ik kunnen reconstrueren. En ik wist ook niet wanneer hij precies overleden was. En ik heb mijn moeder dat verteld. En mijn moeder zei dat het 1 dag voor de holiviering was. Toen zij zwanger was van. Nou ja, dat heb ik dan kunnen reconstrueren. Dat is 1973. Nou ja, dat is in ieder geval mijn geschiedenis. Ik was 10 jaar. Toen hij dus overleed. En ik heb hem dus in mijn leven 3 keer ontmoet. 1 keer heb ik hem ontmoet in, toen ik aan de Herman Steinbergstraat in Paramaribo aankwam, waar hij op een Pras Osso woonde. In de hangmat zat hij. Hij was een hele lange man. Hij was helemaal gekrompen, zeg maar, door de ouderdom. En ik heb hem niet echt kunnen spreken, althans dat herinner ik mij niet. Ik herinner me dat ik daar ronddartelde en dat is het. De tweede keer dat ik hem ontmoette was thuis bij ons, toen mijn broer, mijn tweede broer, ging trouwen. Toen was natuurlijk de hele familie bij elkaar aan de Javaweg, Rebergproject, afdeling LVV, district Parasuriname. Dat is het adres van Slans boerderij waar ik eigenlijk ben opgegroeid. En mijn grootvader die lag toen in de voorzaal, de woonkamer zoals dat hier in Nederland heet. Hij was erg ziek, hij was doodziek en ik zag hem ook zo liggen. Aan de ene kant had hij zijn stok bij zich en aan de andere kant een blik van Esso waarin hij spuugde. Want hij moest steeds kuchen en hij spuugde daarin en wij als kleine kinderen moesten dat dan elke keer verschonen. En de derde keer, dames en heren, dat ik mijn grootvader zag, was op de brandstapel, zeg maar, de Chita, op weg naar zee, waar hij dus gecremeerd werd. Ik kan me niet herinneren dat ik hem gesproken heb. Ik kan me niet herinneren dat ik überhaupt een conversatie met hem heb gehad en hem gevraagd heb van waar kom jij nou vandaan welk verhaal draag je nou in hem? Ik moet u zeggen dat ik dat eigenlijk een gemis vind, tot op de dag van vandaag. En ik heb die gedachte op papier gezet en ik spijt mij zeer dat ik dat voor u niet kan vertalen. Ik wil het eigenlijk ook niet vertalen. Ik wil u eigenlijk een emotie meegeven. En ik hoop dat u uzelf nu een beetje opent voor de taal waarin ik dit geschreven heb. En dat u die emotie voelt. Wat ik geschreven heb over QQ790. Hij had een nummer, maar tegelijkertijd had hij een naam. Een naam die veranderd is geweest in de geschiedenis, omdat Baldeo Singh zijn voornaam is geweest en Murli Singh was zijn achternaam. En de kolonisator heeft op de een of andere manier gemeend om zijn voornaam achternaam te laten zijn. Dus vandaar dat ik Baldeo Singh heet en niet Murli Singh. En
Hij heeft de taal omarmd die op de plantages is ontstaan uit 3 verschillende andere talen. Het is een koiné geworden, heet Sarnami. En Sarnami wordt op dit moment gesproken door 175.000 mensen in Nederland, de 6e taal van Nederland. En door 148.000 mensen in Suriname, de 3e taal in Suriname. Dus laten we zeggen, pakweg 350.000 mensen spreken het op de een of andere manier. En het is een taal in verdrukking. En over enkele jaren voorzie ik in ieder geval dat deze taal zal uitsterven. En dat was toch uiteindelijk de taal van mijn opa en van mijn oma. De taal van QQ790. Hem schreef 10 baar dik li toke apan jindigi me. Baki tu thiek yaad hai hamme. Apan patni ke parchahi me. Jhalwa me baithle gadri me. Bin daari chile ek phatal busro ko pahinle ekdam lachar. Hem takte to raak chamke hai. Ek se ek chapa bahe hai humse apan itihaas ke. Umir tor katal girmit ke kaam karte karat. Maathe par parwasi ke daag lagayle. Kaun itihaas ke chinha tu haile re. Dusra mulaqat mein hum dekhi kaise tu letal baate fursal mein chatai par khukte thukte har ek kadhai par karbat lete. Dehi ke ek paar 3 ke dibba thuke khat aur ekwa paar budhapha ke laathi. Hum ek ladka ke masoomiyat mein duble kai baar tor gurwari naang ke chala gaili. Baat kar na paili to se na yaad hai. Tisra baar jab hum toke dekhli tab tu vekhnar sei ke chita par. Ek roep chitkal aak se lapetal, jarte bhasam hoite, hamare hi itihaas ke saathe, haan, ohi itihaas, jaunke koi kuch parwa na raha. Baris par baris paas hote gail, samay ke jhukte ham ab toke aape paache taakila. Katna baat an kahal, katna itihaas an sunan, kahe to chhodle tu apan gaon, kaise raha satlech 3 ke safar, कौन रकम से तू गिरमिट कटले पिपरा पाट में तू खुद हमार दुनिया बनाए के बिन और कुछ बोले तू चल गए क्यू क्यू 790 यही दुनिया जौन के हम अब ना लिख पाई समय के दलदली में हम अब बिल्कुल धंसते जात है तोरही याद में आजा अपने के तोरही में देखते तोरही के अपने में देखते दिन के हम काम करी रात के देखी सपना तो आजा के सूरत लागे थोरा थोरा अपना हमर जहजवा के नाम ना कहलमवा दिसवा के नाम ना है श्री राम टपुआ जहजवा के नाम भैल कहलमवा तो दिसवा के नाम भैल नेदरलैंड बबुआ हियाँ पर संभार ले ले कतने अपन कारोबारी अरे नौजवान छोल सुनो तोरे खाली पारी घरे बैठत मिलत है जौन भैल है बड़ा बेमारी जेकर ऊपर परल है हाँ वही तो है समझाई कहाँ है ऊ जोस नाना जोस 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 कहाँ कहाँ है उब्रसा मिलन जोस 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 कहाँ जौन के जवानी में जोस ना हैगा ओके बुढ़ापा पे भी होश ना आई बीत गईल रात भैया भल है अब दिनवा हम है अंजोरा में हिया आज अंधी अरवा में तो काहे सभन भारत छोड़ ले अब तो हम समझीला काहे सभन रुक गए ले हम तो बड़ा सोचीला तो माई बाप भाई बहन से तुर के नाता बस गए ले कागरासू से भैया कल पर गुनाहू से तो दिन के हम काम करी रात के देखी सपना आजा के सूरत लागे थोरा थोरा अपना Een moment van stilte en de woorden zijn leeg, deint het licht in mijn donker gemoed.
waar jij je verscholen houdt. In de leegte van de stilte koers ik op een heilige ontmoeting, waar je zichtbaar wordt. Gevuld is het hart nu en ik lonk en staar en kijk. Jouw bestaan verdoofde geest, toch voelt de pijn ondraaglijk, schommelend over herinneringen als golven, eindigend in draaikolken in een zee van overvloed. Een moment van stilte en de woorden zijn leeg. Er rest mij niets meer dan de dood, al was het maar voor een moment, begraven in pijnlijke stilte, ver van jou. Dank je wel. Wauw. Dank u wel, dank u wel. Uw gezang, en ik denk dat heel veel mensen zich erin herkennen, is dat je een soort roep hoort. En ik kan me herinneren dat er ook vanuit de contactarbeiders, dat er mensen waren ontvoerd in India en mee werden genomen naar boten. Dat er vanaf de dag van vandaag nog steeds liederen daar zijn en rondzingen van het gemis van hun zonen en van hun familieleden. En toen ik u hoorde zingen, moest ik daaraan denken. Dus dank u wel voor deze inspiratie. Brittany, dank je wel voor hoe mooi je het hebt verwoord en hoe krachtig ook je hebt verwoord wat die eenzaamheid met je doet. En ik kan me herinneren dat er een ander gedicht was, die heette Diaspora Blues. De blues van de diaspora, van waar voel ik me nou echt thuis? En je hebt het zo mooi verwoord. Mag ik nogmaals een daverend applaus voor deze twee geweldige mensen? Ik heb begrepen dat Astrid Roemer en Tessa Leeuwsja daar signeersessies houden bij de boekentafel. Voor nu is dit foyerprogramma afgelopen. Ik hoop u vanavond weer te zien. Dan beginnen we weer met een prachtig foyerprogramma. En voor nu nog een geweldige tijd toegewenst. Mijn naam is Sarita Bajnat.
Hallo. We willen je graag uitnodigen op ons podium als vrouw. Zou je woensdag zwart willen zijn bij ons programma? We maken een voorstelling en zoeken mensen zoals jij, jullie, bij ons platform, ons tijdschrift, ons debat. We boeken je graag zaterdag. Donker mag, liever iets lichter, iets minder vrouw graag vanavond. Je weet wel, gewoon, normaal. Bij de toon van onze show zoeken we iets bozers. Een beetje vingertje in het gezicht, een beetje spuug in de mondhoeken. Of kan het misschien ook iets... Kan je misschien iets meer lachen, iets sexier? Kan het misschien ook iets meer wereldproblematiek? Een beetje me too. Hè, een beetje slechte jeugd, afwezige vader, single mom. Niet te veel benadrukken, tussen de regels een trauma. Vind het leuk als je een jurkje aantrekt. Of een hoofddoek, een beetje badoe, een beetje soulful. Heb je ook een beetje iets meer angry black woman? Een beetje meer woke, unapologetic? Niet te veel. Net ongemakkelijk genoeg voor het publiek om een beetje te knippen, klappen, buig je voor ons. Sorry, we hebben deze keer al genoeg van jullie. Misschien een andere keer voor ons tijdschrift, ons platform, bij ons debat. Hopelijk een andere keer. Oei. We hadden gehoopt dat je iets jonger zou zijn. Iets vrouwelijker, iets meer, minder, iets zwarter, iets witter, iets linkser, iets rechtser, iets meer, minder zichtbaar. Niet boos worden. We vinden het juist zo interessant om te praten over die woede. We hebben daar zo plek voor aan tafel om te kijken waar toch die boosheid vandaan komt. We hebben daar graag over in ons talkshow, bij ons debat, in ons tijdschrift. Niet zo boos worden. We vinden het juist zo ontzettend interessant. We bedoelen het goed. Dank jullie wel. Een tijdje geleden werd mij gevraagd om iets te schrijven over dit prachtige schilderij wat nu gaat verschijnen. Van Carrie James Marshall. Een portret. Een man. Boos. Zwart. Penseelstreken die zijn donkere huid zijn loks laten afsteken tegen een donkere achtergrond. John Punch. Een van de eerste tot slaafgemaakte, veroordeeld tot een leven lang in ketenen na een ontsnappingspoging als contractarbeider in de kolonie Virginia. Het beeld van een man die al 375 jaar met ingehouden woede de wereld inkijkt, onder een oversized sweater, een borstkas die een bitter lied draagt. Het was de wind die je hier bracht, de oceaan die je doopte, de diaspora die je voorzag van een andere naam. Op de vlucht, wadend door moerassen, door velden, geen berg liet je schuilen, geen rivier maskeerde je geur, de aarde kon je sporen niet wissen, voorovergebogen, bewerkt in het land. Het stof van de aarde nestelde zich in de plooien van je huid en liet het bloed donker kleuren. Je zong spirituals in de katoenvelden, je speelde de blues, je danste op meegesmokkelde ritmes in capoeira, calypso, candomblé, dezelfde blik, dezelfde huid, dezelfde achtergrond. In zoveel gezichten kwam je terug, uit de mijnen, de fabrieken, de oorlog zonder ceremonie of medailles. Dit was nooit jouw land. Nee, dit was altijd jouw land. Je hing rond op pleintjes, tussen flatgebouwen, op basketbalveldjes, op de beat, achter twee draaitafels en een microfoon. Grandmaster Flash waarschuwde dat mannen zoals jij maar een klein duwtje nodig hebben. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Je rende door parken en stegen. Hoodie over je hoofd getrokken alsof de duivel je op de hielen zat. Je marcheerde door de straten, vuist geheven, lichaam verborgen in een oversized sweater. In baggy jeans, in oranje overalls, in maatpakken. Langston Hughes schreef dat ook jij Amerika bent. En Maya Angelou liet je als stof herrijzen uit de krochten van een pijnlijk verleden. Er woedt al eeuwen iets onder je oppervlakte. Het neemt in stilte bezit van je huid, je ogen,
Je kaken, het verbergt zich in je borstkas, buiten het frame. Daar waar het paneel stopt, de kwast niet meer komt, de pen niet meer bijkant, loopt het door. Het loopt door tot hier en tot nu. En het is dezelfde blik, dezelfde huid, dezelfde achtergrond, hetzelfde verhaal. En om jullie met heel veel bemoediging achter te laten, zeg ik wat ik heel graag zeg, en dat is: doe het toch maar. Zeg dat maar tegen jezelf op die momenten dat je niet meer weet waarvoor je het doet. Waarom je telkens weer uit protest de straat op gaat, je keer op keer het gesprek aangaat. Je wilt mengen in het debat om het te benoemen, aan te kaarten, te strijden. Doe het toch maar. Zeg dat maar tegen jezelf als je ziet hoe de grapjes, het wegwuiven, de spottende blikken, de beledigingen hun sporen achterlaten op je ziel en op je welzijn. Doe het toch, maar ook als je wordt beschimd en gekleineerd, constant belachelijk wordt gemaakt, je veiligheid voortdurend op het spel staat omdat ze je tot in je eigen huis intimideren als je wordt verteld dat je maar moet zitten, je mond moet houden en nederig moet zijn. Doe het toch maar. Ook als de verleiding soms groot om je stil te houden, om je te schikken, omdat nooit iedereen hetzelfde recht zal hebben om comfortabel in het huis, in het eigen lichaam of in het land te mogen zijn. En wat, hè, wat is het dan in hemelsnaam waard? En blijf het maar doen. Ook al ben je zo moe, ook al ben je zo ontmoedigd, ook als het opeens heel stil is na de demonstratie, stil in de straten, er in alle talen wordt gezwegen, blijf het maar doen. Ook al blijven ze het onderwerp veranderen, je afleiden, je verleiden tot ongewilde uitspraken, geven ze van alles de schuld, verpest toch niet onze feestjes. Doe het toch maar. Ook al drukken moeders je op het hart om toch maar vooral geen aanleiding te geven, zeggen vaders dat je gewoon twee keer zo hard je best moet doen, zeggen vrienden laat nou maar, omdat ze willen voorkomen dat anderen het misschien wel ongemakkelijk en misschien wel pijnlijk vinden dat jij je zo nodig moet roeren. Doe het toch maar, ook al zeggen ze dat het hier niet Amerika is en dat het hier toch niet zo erg is en dat je anders maar moet ophoepelen naar hun eigen land. Doe het toch maar, blijf het maar doen, ook op die momenten dat je denkt dat niemand je ziet. Blijf het doen, roer je. Kom opdagen, maak een vuist, laat je horen. Vertel ze. Vertel de verhalen, want iemand zal luisteren. Iemand zal het begrijpen. Blijf herhalen wat je gisteren al zei. Zeg het vandaag, zeg het morgen weer, doe het toch. Maar ook al moet je nog 100 keer de straat op gaan, microfoons pakken, aanschuiven aan tafel, steeds weer opnieuw beginnen, uitleggen wat zo helder lijkt. Blijf het maar doen. Doe het toch maar. Doe het toch maar, want ergens weet je ook dat er anders nooit iets zal veranderen. En dat dit de enige manier is om op een dag wakker te worden en te voelen en te ontdekken dat de wereld beter past om jouw lichaam. Dus doe het toch maar. Fijne middag en dank je wel. Dank je wel. Lieve allemaal, van harte welkom bij dit eendaagse festival van Winternachten, wat dit keer helemaal in het teken staat van 150 jaar afschaffing van de slavernij. En dat is zojuist spectaculair geopend. Hè? Neske Becks riep het al uit, Babs Gonds, onze nieuwe dichter des vaderlands. We hebben helemaal gehoord, hè, waarom ze dat absoluut moet zijn. En ik vond dat het Parool dat ook heel mooi beschreef afgelopen week. Zij schreven, zij is een van de meest aansprekende dichters die Nederland nu heeft. Met een stem vol vuur, brandend en warm, zowel op het podium als op het papier. Ze is een dichter die bevlogen en betrokken woorden weet te geven aan wat er leeft in deze tijd. In een samenleving die zij vol overtuiging bij de poëzie betrekt. En ik ben er heel trots op dat zij vandaag dit festival kon openen. En we hebben natuurlijk geluisterd naar de indrukwekkende muziek van Holland Barok. Een eigen
eigenzinnig orkest dat op haar instrumenten durft te zingen, dansen, huilen en te lachen. En dat hebben we net ervaren. En speciaal voor deze keer brachten zij een bijzondere versie van het Surinaamse nummer Lolo Mi Boto ten gehore met twee hele talentvolle jonge sterren, kan ik wel zeggen. Sopraan Lucretia Starke en countertenor Arturo den Hartog. En we zullen ze straks weer terugzien op het podium. Applaus, inderdaad. Donkere, vergeten of verboden bladzijden. Het duurt lang voordat de koloniale geschiedenis van Nederland doordringt tot ons collectieve geheugen. Maar de geschiedenis kent vele vormen van overlevering, waarvan verhalen de meest krachtige vorm zijn. Van het ene continent naar het andere, van generatie op generatie worden ze doorgegeven en daarna vol verbeelding en creativiteit vastgelegd in de literatuur, in muziek, in taal en in kunst. En daarmee worden deze verhalen van iedereen. Het programma van vandaag heet dan ook Verhalen die verbinden. Mijn naam is Shanti Singh en ik ben zelf ook een verhalenverteller en schrijver. En ik had de grote eer om het programma van vandaag samen te mogen stellen. En dat vond ik een eer en een uitdaging, omdat dit thema mij ook persoonlijk raakt en heeft gevormd. Het is nu inderdaad 150 jaar geleden dat de slavernij definitief werd afgeschaft in Suriname. Het was in 1873 een historische mijlpaal. En het is dit jaar ook 150 jaar geleden dat de geschiedenis van de contractarbeid begon. De Hindoestaanse migratiegeschiedenis. Een verhaal waar mijn overgrootouders onderdeel van zijn. Contractarbeiders werden vanuit India naar Suriname verscheept als bewuste vervanging om de plantages draaiend te houden. En daarmee begon eigenlijk een nieuw systeem van koloniale uitbuiting. Dus ja, het raakt mij persoonlijk. Maar ik denk dat het geldt voor heel veel mensen hier in de zaal. Of eigenlijk geldt het misschien wel voor ons allemaal. De slavernij en de koloniale geschiedenis is namelijk de geschiedenis van ons allemaal. We zijn er allemaal op een manier mee verbonden. En daarom is het zo belangrijk dat we deze verhalen kennen. Dat we er naar luisteren. Dat we ze toelaten tot ons hoofd en in ons hart. En ze onderdeel maken van ons collectieve geheugen. De geschiedenis van de slavernij en het kolonialisme kent vele onderdelen, lagen en facetten. Welke invloed heeft dat nu op de nazaten? Hoe leven de verhalen hierover voort? En wat betekenen excuses? Zijn excuses genoeg of is er meer nodig? Dat zijn vragen waarover we vandaag in gesprek gaan met heel veel bijzondere auteurs. En er is ook veel ruimte voor voordrachten, gedichten, spoken word en muziek. Want ook daarin hebben deze verhalen een plek gekregen. En ook kunst bezit deze verhalen. Jullie zagen net al wat foto's voorbij komen. Dat is het werk van een jonge kunstenares, Nasrina Rojan. En zij heeft op haar manier een ode gebracht aan haar voormoeders. Die als Indiase contractarbeiders naar Suriname kwamen. Ook mijn voormoeders. En zij maakte eigenlijk levensgrote portretten van olieverf van deze vrouwen. Die voorheen eigenlijk alleen anoniem op kleine ansichtkaarten waren vastgelegd door een Europese fotograaf. En eigenlijk als koloniale objecten. En zij wilde die portretten ontdoen van de koloniale blik en haar eigen visie op deze vrouwen vastleggen. En daarom dus levensgroot met olieverf, een techniek die voorheen alleen werd gebruikt om de Europese elite mee vast te leggen. En haar werk is nu te zien in Amerika. Ze is nu in New York, geloof ik, dus ze kon er niet bij zijn. Maar ik vond het wel heel mooi om haar werk ook op deze dag aan het festival te verbinden. We gaan zo verder naar deze grandioze opening. Er staat nog heel veel moois op het programma. Het volgende onderdeel is Dat wij zongen. Dat is de titel van een bloemlezing samengesteld door Julian Ignacio, Raoul de Jong en Michiel van Kempen. Verscheen vorig jaar bij uitgeverij Das Mag. En hierin breken 20 hedendaagse schrijvers een lans voor de Caraïbische literatuur. Het boek is gewijd aan onze grote voorlopers. 20 schrijvers hebben zichzelf de vraag gesteld: wie zijn onze helden?
Dus de bedoeling om met deze bundel een plek te geven aan de stemmen van toen, waarvan we denken dat ze absoluut bewaard, gekoesterd en gelezen moeten blijven worden in de toekomst. En vandaag zijn twee van de auteurs van deze bundel aanwezig. Zij zullen straks vol vuur voordragen en ons vertellen welke auteur we absoluut niet mogen vergeten. En dat zijn niet de minste. We beginnen straks met Tessa Leeuwsja, helemaal uit Suriname. En ik denk dat we haar allemaal wel kennen, maar om haar toch te introduceren, een fictie- en non-fictieschrijver is zij, documentairemaker, recensent. In 1995 emigreerde ze naar Suriname, schreef het reishandboek Suriname. Daarna verscheen haar debuutroman, De Parbo Blues. En daarna volgden er nog heel veel meer boeken. En de meest recente is natuurlijk De Wilde Vaart, waarin ze in teksten en beelden vertelt over een bootreis, waarin ze samen met haar man over de Surinaamse wateren op zoek gaat naar de kern en de veerkracht van een volk. En ze werkt ook nog eens als cultureel attaché bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo. En na Tessa Leeuwsja gaan we luisteren naar een stadsgenoot van mij, Daphne Huisden, die net als mij uit de mooiste stad van Nederland komt, Rotterdam. Dat zeg ik hier gewoon in Den Haag, jawel. Daphne debuteerde als schrijver met de roman Alles is altijd fictie. In 2013 verscheen haar tweede boek Dit blijft tussen ons. En haar laatste boek is Charlatans, kan ik jullie allemaal aanraden. Een avonturenroman met een gothic sfeer, illusionisme en allerlei ontwikkelingen in Stokerdam. En ik heb daar echt van genoten. Ik zou zeggen een groot applaus voor Tessa Leeuwsja en Daphne Huisden. Dank u wel. Ik heb een bijdrage geschreven aan deze belangrijke bundel, waar Shanti het over had. En mijn bijdrage gaat over de dichter Johanna Schouten-Elsenhout. Wat ik straks ga doen, ik ga een gedicht van haar voorlezen. Zij dichtte in het Sranang Tong. Ik ga dat in het Sranang doen en dan de vertaling in het Nederlands. Maar daarvoor wil ik iets meer vertellen over haar leven. Shanti had het al over de afschaffing van de slavernij. In 1863 formeel afgeschaft. Johanna Schouten-Elsenhout werd geboren in 1910. Relatief kort na die afschaffing. Ja? Oké. Okay. Hebben jullie iets verstaan van wat ik zei? Ja, een klein beetje. Oké, dan pik ik de draad op. Johanna Schouten-Elsenhout, geboren in 1910, relatief kort na die afschaffing van de slavernij. Wat mij altijd opviel bij boeken, geschriften, wetenschappelijk onderzoek over de afschaffing van de slavernij, dan heb je een jubelpagina en toen waren ze vrij. En ik heb altijd gedacht en toen. De mensen trokken van de plantage na 1873, hè, na die periode dat ze nog verplicht moesten blijven werken, 10 jaar lang, trokken ze naar Paramaribo, de enige stad, en bewoonden toen de oude slavenvertrekken achter de mooie huizen, de krotten, waar ze met z'n allen moesten rooien, zonder opleiding, zonder een startkapitaal, want dat startkapitaal was gegaan naar die plantagehouders die gecompenseerd werden voor het verlies, en zonder een stuk gereedschap. Het was armoede. Bittere armoede. En Johanna Schouten-Elsenhout wordt in dat milieu geboren als een zwarte vrouw, ondanks die hele Nederlands klinkende naam. En het was niet een makkelijk leven voor haar. Zij had een grootmoeder die Sranang Tongo sprak, bijna geen Nederlands, en die vooral sprak in oddos, in gedichten, in spreekwijzen. En dat moet Johanna hebben geïnspireerd om te gaan dichten en om van die oddos en het Sranang een eigen stijl en vorm te maken. En dat was heel bijzonder, ten eerste omdat ze in het Sranang dichtte. Een taal die toen eigenlijk niet verboden, maar wel werd bespot. Dat was een taal die was vernegerd, daar mocht je niet in spreken. En ten tweede omdat ze een vrouw was. Ze had een dubbele achterstand eigenlijk, kan je zeggen. En in haar dichtvorm uitte ze eigenlijk haar onvrede met die samenleving, die racistische samenleving in Suriname, waar mensen zoals zij bijna geen schijn van kans hadden. Een gedicht dat ik ga voordragen heet Kodjo. En dat is een gedicht geïnspireerd op een gebeurtenis in 1832,
waarbij 3 slaafgemaakte jongens worden veroordeeld tot een dood op de brandstapel, omdat zij ervan werden beschuldigd om Paramaribo in brand te hebben gestoken. Een van de jongens heette Kodjo en ze maakt het volgende gedicht in het Sranang. Kodjo. Mino mang moro, grong mama, den sani di meshi, me fruferi, alla de fu arki anand story, de prit mi ati atu. Mino mang moro, fdrai lontu soso saka, a mindri bere fu libi. De bit mi tongo futaki, pardo mi o masragado, pina magno abi bigi ai. Mino mang moro, maisa, a mindri de sraafting katvisi, de swing mindri mi brudu ibride. Mino mang moro, a pinti drong, den baka futu banya, die skopu fu orna ati, mine arki pre moro. Mi wa opodrong, lik friman borgu, kondre dat ede met dorfu tide. In het Nederlands. Kodjo. Ik kan er niet meer tegen, aardgodin. Tegen wat ik zie. Ik wil niet alle dagen fabeltjes horen die mijn hart verscheuren. Ik kan er niet meer tegen om platzak rond te lopen te midden van overvloed. Om mijn tong af te bijten. Vergeef mij, o Heere God. Armen zijn niet gulzig. Ik kan er niet meer tegen, Maisa, tegen de arme luis katvis uit de slaventijd die dagelijks rondzwemt in mijn bloed. Ik kan er niet meer tegen. Apintidrums, tegen het dansen in het verborgen, om de moed erin te houden. Ik luister niet meer naar dat spel. Ik wil de drum luid slaan, als een vrije burger. Mensen, daarom waag ik het vandaag. Dank u wel. Mooiste stad van het land, hè? Werkt dit? Oké. Over Papa Koenders. Er zijn weinig schrijvers die je zo makkelijk voor een schoolbord kunt voorstellen als Julius Gustaaf Arnoud Papa Koenders. De in 1886 geboren schrijver, vertaler, onderwijzer, bevlogen cultuuractivist en pleitbezorger voor het behoud en de ontwikkeling van het Sranan is na een half leven voor de klas te hebben gestaan, eigenlijk nooit gestopt met lesgeven. In 1946 richtte Papa Koenders het maandblad Futuboy op. Een blad dat 10 jaar zou bestaan en dat hij grotendeels eigenhandig van kopij voorzag. Van rubrieken die zich richten op taal, tot informatieve stukken over geschiedenis, astronomie, muziek en het menselijk lichaam, tot korte verhalen, polemieken en poëzie. Koenders was van vele markten thuis. En in vrijwel al zijn teksten klinkt de stem door van een doorgewinterde docent. Met compassie, ernst, humor en gedrevenheid wijst Papa Koenders zijn lezers op de beginselen van zelfbevrijding. Zo schrijft hij in februari 1947. Laten we naar onszelf kijken met alles wat we hebben. Ons land, zaken die spelen in ons land. Ja, onze geminachte moedertaal. Allen die leren naar vreemde landen te kijken, naar vreemde mensen, meer dan naar onszelf. Met woorden geleerd die maakten dat we ons karakter verloren. Respect voor onszelf verloren. Ik stel me hem voor achter zijn schrijftafel. In zijn karakteristieke witte kostuum. Op zoek naar manieren om een verschuiving in het binnenste van zijn lezers teweeg te brengen. In het Sranan dat hem zo lief is, de taal die hij eveneens probeert te verheffen, omdat ze wezenlijk onderdeel uitmaakt van de identiteit van zijn lezers. Of zoals hij zelf schrijft in de rubriek Onze Taal. Een volk dat zijn taal heeft verwaarloosd of is verloren, of die bedolven heeft onder beledigingen omwille van een andere taal, welke dat ook mogen zijn, is nog dwazer dan onze voorvaderen, want zij gebruikten de uitdrukking: je kunt je grootmoeder verbergen, maar haar gekuch niet.
Van achter die schrijftafel stippelt Papa Koenders de route naar zelfbevrijding uit. Toont hij aan dat die begint bij zelfrespect, zelfreflectie en solidariteit. En wijst hij stevast op de hoofdrol die zijn lezers kunnen spelen in hun eigen verhaal. Want in Koenders' klas is geen ruimte voor passief achteroverleunen. Wars als hij was van koloniaal papegaaienonderwijs, daagt hij je uit om zowel vooruit te blikken als terug te kijken. De tijd waarin je leeft te analyseren en de rol die je in die tijd speelt kritisch onder de loep te nemen. Een opdracht die iedereen die op zeker moment noodgedwongen op zoek gaat naar manieren om de schade van de geschiedenis te herstellen, bekend in de oren klinkt. Het is een gedeeld gedachtegoed, geboren uit noodzaak, door zoveel mensen in even zoveel vormen gegoten. Zo moest ik tijdens het denken van Koenders werk, moest ik denken aan speeches van Malcolm X die ik als puber uit mijn hoofd leerde. Ik klampte me aan zijn woorden vast alsof het Bijbelverzen betrof, verankerde ze in mijn binnenste, waar ik hem door de jaren heen een verzameling aanlegde van stemmen. Angela Davis, Fred Hampton, James Baldwin, Toni Morrison, Anton de Kom, Audre Lorde en vele, vele anderen. Stemmen die niet vanzelf werden aangereikt, stemmen die ik zelf moest vinden. Zoals iedereen die zich moet wapenen tegen een wereld die krampachtige pogingen blijft doen om je te laten geloven in de vloek, waar Papa Koenders in Vroekoe voor waarschuwt. In dat stuk, wat je kunt lezen op de site van de Koninklijke Bibliotheek, gewoon doen. In dat stuk neemt de schoolmeester het op tegen een hardnekkige misvatting. Een kwalijk en schadelijk overblijfsel waar hij zijn lezers van af wil helpen. Een vloek die ze klein houdt en hun denken vertroebelt. Hij schrijft: dit geloof hebben ze meegenomen uit de slaventijd. Hoewel het na de slaventijd is, hebben anderen dit geloof stevig in hun innerlijk bevestigd. En wat iemand gelooft, goed of kwaad, over zichzelf, dat zal hij ook zijn. Middels een beeldende anekdote wijst Papa Koenders in Vroekoe niet alleen op de individuele verantwoordelijkheid die nodig is om jezelf te bevrijden van dat minderwaardigheidsdenken, maar ook op het belang van solidariteit om collectieve verandering teweeg te brengen. In Vroekoe tekent de schoolmeester de formule op het bord die terugkomt in zijn hele oeuvre. Zonder zelfrespect, geen zelfreflectie. Zonder zelfreflectie, geen vooruitgang. Anno 2023 klinken de lessen van Papa Koenders maar al te vertrouwd. Iets waar hij zich, zoals je van die schoolmeester kunt verwachten, uiteraard al bewust van was. Zo schreef hij in 1948 naar aanleiding van de 1 juli herdenking. Laten wij allen, met of zonder onderwijs, bij 85 jaar emancipatie achterom kijken naar ons leven in deze 85 jaar. Laten we de fouten van deze jaren beseffen en onszelf niet op de schouders kloppen, blind zijn ervoor, maar laten we het leven veranderen. Zodat als de emancipatie 150 jaar oud is, de mensen die dan leven, als ze een oud exemplaar van Futuboy lezen, zullen kunnen zeggen: wat lees ik hier? Dit zijn dingen die we al weten en doen. Vandaag zijn wij heel andere zwarte mensen als die in 1948. Papa Koenders was al bezig met ons. Hij wijdde zijn leven aan de kunst van het verheffen. Hij had er vertrouwen in dat de mensen die na hem kwamen in staat waren hetzelfde te doen. En nu is het aan ons om voort te borduren op zijn werk en zijn inspanningen om te zetten in een permanente verschuiving. In ons binnenste, maar ook ver, ver daarbuiten. Dank jullie wel. Heel mooi. Dankjewel, Daphne Huijsten en Tessa Leeuwsje. Tessa zien we straks weer terug. En ik raad echt iedereen aan om de bundel Dat wij zongen aan te schaffen. Ook de andere 18 odes zijn absoluut de moeite waard. Die Bouwen, die er vandaag ook is, heeft een hele mooie ode geschreven over Edgar Cairo. En zelf heb ik er een gemaakt over mijn inspiratiebron Anil Ramdas. Dus absoluut kopen. Even kijken, we gaan nu naar een onderdeel met een echte literaire ster, kan ik wel zeggen. Zij is na lange tijd weer in Nederland. We vinden het ook geweldig dat zij vandaag hier bij ons kan zijn. Ze was de laatste tijd volop in het nieuws met haar nieuwe roman Dealersdochter, die in verschillende kranten hele mooie recensies kreeg. In Nederland brak ze door met Over de gekte van een vrouw, een experimentele roman over de complexiteit van het vrouw zijn. Zij wordt in zowel Suriname als Nederland geprezen om haar lef
eigenzinnigheid in haar uitgebreide oeuvre van poëzie, proza en theaterteksten. En nou ja, ze is ook uitgebreid, ze heeft heel veel prijzen gehad. De PC Hoofdprijs in 2016 en in 2021 de prijs der Nederlandse Letteren. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Astrid Roemer. En zij zal straks beginnen met een voordracht uit haar succesvolle roman Gebroken Wit. En daarna wordt zij geïnterviewd door Maria Vlaar. En Maria Vlaar is ook een echte pionier in het literaire landschap, kan ik wel zeggen. Ze is schrijver, publicist, interviewer, werkt nu aan een biografie van Joost Zwagerman. Zij was eerder al betrokken bij dit festival, ook als programmamaker en interviewer. Een tijdje als interim directeur en nu weer terug als interviewer. Dat vind ik wel heel mooi. Ze komt gewoon nooit van Witternacht af. Hè? Zij gaan in gesprek over het werk van Astrid Roemer, de betekenis van 150 jaar afschaffing slavernij, niet alleen voor haar werk, maar ook wat het betekent op persoonlijk vlak. Een applaus voor Astrid Roemer en Maria Vlaar. Ga jij eerst hier lezen? Ja, maar ik ga even een slokje water drinken. Even een slokje nemen. Astrid neemt een slokje water. Zodat ze nog mooier voor kan lezen voor jullie allemaal. Hey, ik kan jullie niet zien, man. Maar nee. Geef niet. Dan ben ik minder nerveus. Er zit helemaal niemand. Er zit helemaal niemand. Nee. Sommige mensen gaan me erg nerveus maken. Even een kleine snelle anekdote. Ik ben hier zo lang niet geweest meer in Den Haag. En een grote liefde van me heeft hier gewoond in Den Haag. En in al die jaren heb ik nooit gedroomd of gedacht meer aan die persoon. En vannacht had ik een heftige droom met haar. Oké. <Okay. lacht> Je ziet, iemand zei tegen me zo net, je blijft maar verwerken. Ik vind het zo lekker om hier te zijn. Ik heb de zee nog niet gezien, dus dat ga ik ook doen. Ik ga een stuk lezen uit Gebroken Wit. En een fragment. Het is een van de personages, Louise Fanta, die denkt en die doet. Ik ga proberen om het met mijn bril op te doen. Hoewel ik het thuis heb gerepeteerd zonder bril. Om te kijken wat beter is hoor. Ja, we worden oud. We worden echt oud. Aboem, ik ga het zo doen. In de ochtend, als nog geen haan had gekraaid, lag zij met open ogen te denken aan het naambord aan haar poort. Louise Fanta. Soms was het een droom die haar uit de slaap had geduwd. De ontzettend grote vogel die met regelmaat in haar droom verscheen, was voor haar als een boodschapper. Ook al kon ze niet beredeneren of er berichten uit het verleden of uit de toekomst bij haar werden gedeponeerd. Ze kwamen vanzelf. De brokstukken van herinneringen en ervaringen, visioenen. Er was niemand haar voldoende nabij voor het bespreken van haar diepste gedachten. En ook was ze bang dat zo iemand dan weer zou komen aanzetten met kennis die bij haar geen aansluiting vond. Inderdaad was ze niet opgevoed in een gezin dat zijn toevlucht nam tot water, wind en luchtgoden onder andere. Vader Fanta zei bars, wat je niet ziet bestaat niet. En dan piepte moeder B dat we zintuigen hebben gekregen om wat ons omringt te begrijpen. Zo volwassen worden was licht en onbelast. Zij was niet van plan om in de wetenschap te gaan, om buiten de zintuigen te kunnen denken. Moeder B had sinds de overtocht naar Paramaribo bepaald dat het onderwijs zou worden voor haar meisjes en niets anders. Winston moest naar de handel, want groot geld trok hem.
En pas toen ze een tijd woonde in de stad, drong tot haar door dat moeder haar dochters niet als huisvrouw zag. En misschien zelfs niet als moeder. Nergens aantrekkelijke jonge mannen voor haar huwbare meisjes. Op zondag na de kerkdienst zat vader nog in zondagspak voor zich uit te staren in andermans woonkamer. Op de kruk van een onbespeelbare piano staarde door de open ramen aan de straatkant alsof hij de preek overdacht. Aan tafel zei hij na moeders dankgebed, vlak B, ik ben niet gelovig. Laat al dat bidden achterwege waar ik bij ben. Maar moeder deed dat niet. En soms barstte hij uit in een traag, maar luid uitgesproken verklaring. Overal in de wereld worden goede jonge mannen in legerpak vermoord in oorlogen die ze niet begrijpen. Dus mag ik jouw vader dankbaar zijn dat hij mij aan jou heeft verbonden en mij zo heeft behoed voor uitzending naar het vreselijke buitenland. Dan knikte onze moeder en zei ze trots, mijn vader was een godvrezend man, Anton Fanta. Moeder B. zei zoiets dan in een mengeling van talen en in diverse variaties. Zij hield zich stil, net als Winston en Laura. Zij genoten met elkaar van de lekkernijenlunch. Haar was niet ontgaan hoe onverhuld tijdens en na de kerkdienst naar de Fanta's werd gekeken. Broer Winston was collectant en ging met gladgestreken smoel rond. Wij zijn niet zwart hoor, en we zijn niet wit. Broer bedoelde dat gezin Fanta Julien nergens bij hoorde. Niet bij de zwarte kerkgemeenschap en niet bij de Roomse witrokken. En vader barstte dan los. Onzin Winston, je bent beide, of je het wilt of niet. En gebruik deze waarde als startkapitaal, want meer heb ik je niet te bieden. Aan tafel mochten ouders niet worden tegengesproken. Ook Winston hield zijn mond stijf dicht. En zij nam kleine Rocher uit zijn kinderzitje op schoot en ze voerden hem geduldig. Na de zondagsvrede aan tafel kwam vader schoonbroer Leon langs met de tweelingdochters van zijn broer Scott. Moeder B. blij en maar knuffelen met haar broer en de meisjes. En ze spraken in een familietaal mengelmoes. Tot vader Anton moedersbroer meenam naar de achtertuin. Om onder een uitgeschoven afdak te gaan songokaarten bij een fles gin. Meegebracht door Leon. Zo af en toe stommelde Leon naar binnen voor een plas. En dan bleef hij even bij zijn zuster staan met een opmerking over familiezaken. Ook bleef hij haar informeren over de bouwvorderingen van het ruimtevaartstation in Frans-Guyana, waar hun vader ooit bij betrokken was geweest. Een lanceerbasis voor voertuigen naar de hemel. De hemel? Hij zei altijd, je moet 's nachts eens naar buiten gaan en naar de sterren aan de hemel kijken, Bee. Binnenshuis renden de kinderen door de kamers en vonden ze het uitdagend om de brede trap naar de slaapkamers onder hun gewicht te horen kreunen. Ze mochten overal komen, want de regels waren steeds rondgeroepen. De spullen zijn van witte vreemdelingen en moeten schoon blijven. Het was een sergeant-majoor met zijn Joodse vrouw en hun vier kinderen die naar de Verenigde Staten waren geëmigreerd, hals over kop. Nooit zouden ze terugkeren naar hun woning op de Tafelmanstraat. Na jaren deden ze afstand van hun huisraad en doneerden die aan de bewoners van hun huis. Voor moeder B. en vader Fanta kwam de brief te laat. Het gezin was net verhuisd naar de Jacobusrust. Winston was nog gaan kijken wie de nieuwe bewoners waren. Hij trof er Libanezen aan die geen woord Nederlands en Engels spraken en die op de vlucht waren. Onder de douche vroeg in de morgen gleed af van haar wat droomslaap had losgewoeld.
Altijd bleef er iets hangen, wat als piepkleine stukken puur goud bleef schitteren in haar oogopslag. Iets wat dagenlang haar stemming mee zou bepalen. Het was niet hinderlijk. Ze hield van de kinderen die haar waren toevertrouwd in beroepssfeer en thuis. Niemand had van haar nog iets te vrezen. Zelfs niet als woede, als pus haar gemoed insijpelde. Ja, Maria. Kom lekker zitten. Dank u wel. Zo, nou, dat was een heel mooi stukje uit uw familieroman Gebroken Wit over de familie Fanta. En een van de citaten die u net ook las, Winston, een van de kinderen Fanta, die zegt: wij zijn niet zwart en wij zijn niet wit. Dat is eigenlijk een thema wat heel sterk in het hele boek voortkomt. Hè? Het heet niet voor niks Gebroken Wit. Kunt u daar iets over vertellen? Wat voelt hij precies als hij zegt: we zijn niet zwart en we zijn niet wit? Hij bedoelt te zeggen dat de stereotypen die actief zijn met betrekking tot zogenoemde witte mensen en de stereotypen met betrekking tot zogenoemde zwarte mensen, dat die voor hen niet gelden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een stereotype als wij praten thuis geen Sranantongo. Mm-hmm. Zwarte mensen praten Sranantongo of niet behoorlijk Nederlands, is een stereotype. Nou, dat geldt niet voor ons. Oké. En witte mensen die gedragen zich op een bepaalde manier, staan niet open voor de armoede om ons heen. Dat geldt dus niet voor ons. Mm-hmm. Dus zo probeerde hij eigenlijk zichzelf en de familie, zijn gezin van herkomst, te individualiseren. Ja. Los te maken van die historische stereotypen. Ja. Nou ja, er zijn misschien mensen in de zaal die denken: waarom zit hier nou een witte vrouw om u te interviewen? Waarom zit ik hier eigenlijk? Nou, ik heb hem hier gevraagd. ik kreeg van Shanti vier potentiële interviews. Oké. Okay. En ik zei: geef mij Maria Vlaar, want zij is de enige die het publiekelijk heeft opgenomen voor me. Mm-hmm. Toen die kwestie met mijn dikke prijs aan de hand was. Ja. Kunnen we het daar heel kort even over hebben of zullen we het maar overslaan? Je mag alles vragen. Ja? Ja. Nou, want dat is natuurlijk een heet hangijzer, altijd. Er zijn altijd hete hangijzers om u heen. Dat lijkt mij ook trouwens prima voor een schrijver. Ja, u kreeg de prijs en toen kreeg u hem toch niet, omdat u op Facebook iets had geschreven over Boutersen. Dat is u niet bepaald in dank afgenomen, hè? Want u mocht niet meer naar België komen. De koning Philip durfde zich er niet aan te branden. Dat moet heel vervelend voor u zijn geweest. Ik vond het niet vervelend dat de koning de prijs niet gaf. Ik moet je toch even corrigeren, want ik heb de prijs dus wel gekregen. Ja, je hebt de prijs natuurlijk wel gekregen, ja. Maar aan de prijs zit vast dat hij te Brussel in het paleis wordt uitgereikt. Dat je 40.000 euro kreeg. Nou, die kreeg u toch, hè? Receptie. Ja. Nou, nee. Wacht even. En dat er een receptie is. Je mag je vrienden uitnodigen. Er is een feest en zo. En je krijgt een oorkonde enzovoort. Nou, daar is een boel van weggevallen. De koning die kreeg opdracht van zijn minister-president dat de prijs niet meer aan mij uitgereikt mocht worden om uitspraken die ik had gedaan. Ik wil ook eventjes zeggen dat het merkwaardig is dat iedere keer als er in de media iets staat wat ik zogenaamd gezegd heb, dan is het altijd iets wat verdraaid is. Dat pleit voor mij. Ja. Dus wat ik echt heb gezegd, kunnen ze niet als argument gebruiken, want het stelt niks voor.
Maar in elk geval, hoe dat geweest is voor mij, wat het betekend heeft om plotseling zo daar zijn in Paramaribo. En mensen vreselijk trots op het feit dat een landgenote zo'n bijzondere prijs heeft gehad. Dus iedereen blij, enorm veel felicitaties, bloemen en weet ik wat allemaal. En plotseling kregen ze te horen dat ik een NSB'er ben. En dat ik niks meer mocht krijgen, dus ook de prijs niet en niks. En dat ik niet deug, dat ik een fanatieke racist ben en zo. Dat was eigenaardig. En ook dat ik bewonderde Boutersen en ik wou hem een standbeeld geven. Dus allemaal dingen die ik niet heb gezegd. Mm-hmm. Enzovoort. Dat was gek. Ja. Maar het was ook beangstigend. Mm. Omdat mensen, de media in Suriname is in handen van bepaalde families. Mm-hmm. En die bepaalde families die gingen op een soort manier, misschien omdat ik ook aardig onbereikbaar was, mee in die stroom zo van wat er gezegd werd. En ze konden mij niet vinden of niet bereiken om te zeggen, Astrid Roemer, wat is er nou precies gebeurd? Ik compliment aan de Nederlandse media, want alle topkranten hebben mij gebeld en gezegd, mogen we u interviewen? Ik zeg, jullie mogen interviewvragen sturen. En dan ga ik schriftelijk antwoord geven. Ja. En ik eis van jullie dat jullie precies wat ik zeg ook drukken. Ja. En dat hebben ze allemaal gedaan. Ja. Dus dat was duidelijk. Maar nu emotioneel gezien, voor mij, het was pijn. Want mensen die je niet kennen, beginnen je uit te schelden. Ja. En zeggen allerlei vreselijke dingen over mij, maar ook over mijn broer, of over mijn zuster, of over mijn moeder. Wordt een heel hele toestand. Heel nou ja, ik vraag het ook omdat u net, toen we elkaar in de foyer zagen achter de schermen, toen zei u tegen me, dat vond ik heel mooi om te horen, u zei dat u zo gelukkig bent in Suriname. Nu? Nou, misschien is het, ik zeg niet dat ik gelukkig ben in Suriname. Ik zeg, ik ben zo gelukkig. Ja. Als je kijkt, 150 jaar slavernij verleden. Ja. Die lange weg naar nu. Ik ben een product, dubbel en dwars, van dat slavernij verleden. Mijn Schotse voorouders horen ook bij die plantages van toen, 150 jaar geleden. Mijn Afrikaanse voorouders horen daar ook bij. En kijk, daar ben ik. 150 jaar later, hier ben ik. En alles wat ik voel, dat alles wat in mij zit, tot bloei is gekomen. En ik voel dat het meest, nu ik in de tropen ben. In Suriname, daar waar ik geboren ben. En dat geeft zo'n enorm geluksgevoel, dat ik de vrouw geworden ben die geplant is, die daar geboren werd op 27 april 1947. Alles is tot bloei gekomen. En ik ben heel erg dankbaar en ik ben verschrikkelijk gelukkig. En het is ook een voorbeeld van het feit dat 150 jaar geleden dat dit heeft opgeleverd. Ja, ja, want u zegt, u heeft dus Schotse voorouders en ook Afrikaanse voorouders. Dus dat waren slaven. Houders en tot slaafgemaakte, dat u heeft verenigd dus werkelijk de geschiedenis van Suriname in u. Ja, wat dat betreft, wat de slavernijtijd betreft. Ik heb half jaar geleden, heeft de dochter van mijn broer heeft een babytje gehad. En dat kind heeft 12 etniciteiten in zich. Ja. 12. Alle 12 etniciteiten die belangrijk zijn in Suriname zitten in dat kind. Dus hoe de geschiedenis en hoe de verschillende etniciteiten zich hebben verhouden tot elkaar. En er zit geen druppeltje dwang bij al die etnische verbindingen die zijn geweest. Hoe dat is gegaan, dat is inderdaad wonderbaarlijk. Ja. Ja. En in Gebroken Wit heeft u het over de familie Vanta en de belangrijkste figuur is Haley. Haley is een beetje een alter ego van u, hè? Klopt dat? Een soort alternatief leven?
Ja, dat is ook het mooie van schrijven. Dan zit je te schrijven en dan ontschiet iets wat heel persoonlijk is en wat je zelf hebt meegemaakt. Dat gaat meedoen. Hè? Ja. En het grappige daarvan is dat ik me dat niet realiseer als ik aan het schrijven ben. Dus ik kom er pas achter als ik naderhand het boek lees. Ja. Dan denk ik, oh, Jezus Mina. Maar in uw nieuwe boek, hè, want er is een nieuw boek, daar gaat mevrouw Roemer vanavond uit voorlezen. Ik roep iedereen op om ook een kaartje voor vanavond te kopen als u dat nog niet gedaan hebt. Dealersdochter, daar komt Haley ook weer in voor, maar daar heeft ze toch een heel ander lot, want ze wordt vermoord. Al meteen in het begin van het boek. Ja, dat is ook een ding. Kijk, op een gegeven moment was een bepaalde ronde van boeken, mijn trilogie was uit, weg. En toen zei ik tegen mijn uitgever, ik heb een thema en een gebroken wit thema. Want gebroken wit is ook een politieke stellingnaam, hoor. Ja. Gebroken wit is ook zeggen tegen mijzelf dat ik niet meer zwart genoemd wil worden. En ik ga jou ook niet meer witte vrouw noemen. Want ik zelf heb Nederlanders gedwongen in de jaren 70 om mij zwart te noemen. Ja. En mijn zwarte vrienden, mijn Hollandse autochtone Nederlandse vrienden, die wouden dat niet. Die zeiden, wij noemen mensen naar waar ze vandaan komen. Surinamers, Turken, Marokkanen, Italianen. Wij gaan niet opduiden op huidskleur en zo. En ik zeg, maar je zou dat bij mij wel moeten doen. Want dat was voor mij, was dat mijn solidariteit naar de zwarte Amerikanen, zwart, sorry, naar de Afro-Amerikanen die bezig waren met black power en black is beautiful en al die dingen, snap je? Ja. Dus ik wilde mijn solidariteit daarmee uitdrukken. En het is niet gek, men weigerde dat, men zei bijvoorbeeld, nou, als je per se genoemd wil worden naar je huidskleur, je bent bruin, je bent niet zwart. Want die autochtone Nederlanders voelden drommels goed dat zwart een slechte connotatie heeft bij hen. Een zwarte dag en een zwart dit en zo, altijd negatief. Zelfs een zwarte jurk mag bij Hollanders niet, terwijl de Fransen zelf van een zwarte jurk houden. Dus zo wouden ze, hadden zoiets van, nee, als dit, hoe kunnen we je nou zwart noemen? Weet je wel? Daarom deugt Zwarte Piet ook niet. Maar dat is volgens mij nog een hele andere discussie. Dat is een hele andere discussie. Maar hoe dan ook, na 50 jaar, ja, dus vanaf de jaren 70 tot nu, na 50 jaar, met alles wat er aan strijd geleverd is, ook in de Verenigde Staten, ook hier in Nederland, de revisie van het Sinterklaasfeest en alles wat er gebeurd is, vind ik het is nu tijd geworden voor een nieuw paradigma. Dus ik wil niet meer zwart genoemd worden. En, maar is dat nou waarom u Haley heeft laten doodgaan in het begin van het boek? Ja, ik kom. Ja, en ik ga jou ook niet meer wit noemen. Nee, ik wil zeggen wat het thema is. Waarom is Haley doodgegaan aan het begin van het boek? Maria Vlaar, als vrouw, stel je die vraag. Oké. Er zijn een paar moorden gebeurd in Nederland en in Suriname, die niet verwerkt waren door mij. Oké. En een van die moorden die gemaakt heeft dat Haley zo erin is gekomen, die Surinaamse vrouw, is dat in een drugsgeval een Surinaamse vrouw, jonge vrouw, haar man was dealer. En ze zijn binnenshuis gegaan bij die mensen. En die vrouw zat daar. En ze waren zo wreed om die vrouw voor de ogen van de man, die man op een vreselijke manier te vermoorden. Dat lees je in de krant en dat gaat zich hechten in je. Kom nog bij, dus dat druppelt eruit dat ik dat moet verwerken. En ik moet ook wraak nemen. Maar toevallig was ik tijdens corona in Amsterdam en de vrouw van een goede vriendin van mij, die zei op een gegeven moment toen over
iets heel anders spraken. Zei ze, mijn zuster is vermoord door haar ex-partner. Ze heeft de relatie uitgemaakt en hij heeft haar vermoord. En het werd stil. Er werd niet nader, kwamen geen andere facetten aan de orde, want we aten lekker en verder. Maar toen ik het boek aan het schrijven was, kwam er meteen haar naam kwam bij me. En ik moest die naam ook gebruiken in het boek. Ja, ik begrijp het. En tot slot, twee moorden ook in Suriname, toen ik daar 3 jaar was. Twee jonge vrouwen. De een werd een Javaanse jonge vrouw, die werd op een vreselijke manier was ze vermoord. Ze hing. Ze hebben haar hangend gevonden. Ze was vermoord door iemand. En een ander was een Creoolse vrouw. Die was afgestudeerd. Was in Suriname komen werken, ook een jonge vrouw. Had een relatie met iemand van de uit adellijke kringen. Hm. En ze is vermoord. En de moordenaar is nooit gevonden. Die moorden hebben zich... En ik moest daar iets mee. Ja. Dus dat komt dan, als je zo aan het schrijven bent, dan gebeurt dat. Dus vandaar dat ik dit heb. Nou vind ik het zo mooi, dat dat zit ook wel in Gebroken Wit. Hè? Dat maken van dat huis waar die hele familie in zit. En ook bij Dealersdochter eindigt uw verhaal in een mooi groot huis waar een familie in zit. Maar dat is een hele samengestelde familie. Dat is eigenlijk geen natuurlijke familie. Dat is een familie van mensen die een beetje aan zijn komen lopen, kan ik niet zeggen. Dan moet u het boek lezen. Het zit heel mooi en ingewikkeld in elkaar. Het is een heel mooie puzzel. Er zit heel veel hoop in dat slot van uw boek. Heeft u dat er zo bewust ingelegd? Bent u zo hoopvol? Hoop is een eigenaardig ding, hè. Hoop is een eigenaardig ding. Is net als geloof. Geloof is nergens op gebaseerd, maar je gelooft in dingen die je niet kan bewijzen. Hoop is dat je dingen verwacht zonder dat je grond hebt dat die dingen zouden kunnen gebeuren, mm-hmm. Nietwaar? Maar wat ik wel heb, is dat ik een enorm vertrouwen heb in de toekomst. En enorm vertrouwen heb in jonge generaties. Ik vind ook dat mijn generatie heeft grote fouten gemaakt. Onder andere met het milieu, onder andere. Mm-hmm. En ook met betrekking tot het racisme, dat maar niet. Hè. Maar jonge mensen breken door al die scheidslijnen, die gaps heen. En vinden elkaar steeds meer. Mm-hmm. En ik heb een... de mens als zodanig is niet stuk te krijgen. En ik zie aan jonge mensen, ik hoor ze, dat ze dit gaan oppakken. Dat zoals de samenleving is de kwaliteit, dat ze kwaliteit verbeterend bezig zijn. En dat maakt me ook verschrikkelijk gelukkig en blij. Maar het is... Best opvallend natuurlijk dat u dat nu zegt, want u leeft nu sinds een paar jaar weer in Suriname. We weten allemaal dat de economische situatie, de politieke situatie ook in Suriname best heel zwaar en moeilijk is. Ook de klimaatverandering heeft een groot effect op Suriname. Ja, zeker. Dat is toch wel heel bijzonder dat u dan zo hoopvol kunt blijven in die situatie. Kijk, ik ben vreselijk blij dat Surinamers, en dat heeft me mijn prijs en mijn receptie bij de koning gekost, dat Surinamers in elk geval zijn gaan doordenken over hun persoonlijke situatie. Ja. En bij het doordenken hoort ook van hoe die Hollanders ever hebben ons hier op dit stukje grondgebied geplaatst. En dit stukje grondgebied, zo aan de kust, is eigenlijk Amazone-oerwoud. Want als je 2 maanden niks doet, is het bos weer helemaal daar. Dus we doen wel alsof Paramaribo een stad is, maar Paramaribo is ergens aan de kust, weet je wel. En de rest is Amazone-regenwoud, echt regenwoud. En dan gaan die mensen weg, dan haal je mensen uit Afrika. Er komen mensen uit Azië, haal je erbij, enzovoort. Mm-hmm. En dan ga je weg en dan laat je die mensen daarachter met de Nederlandse taal. Aan de ene kant spreken ze Engels, aan de andere kant spreken ze Frans, aan de andere kant spreken ze Portugees. Waar moeten die mensen naartoe? Ja. En het enige waar ze naartoe moeten is naar Holland. 6 uur vliegen kost ontzettend veel geld. Ja. En het is geweldig dat Surinamers nu zich realiseren dat koloniale ding, die constructie die Suriname heet,
het grondgebied en het volk, dat het een aflopende zaak is. Dat is echt een aflopende zaak. Daarom zeg ik tegen mensen, als je nog iets wil zien van het koloniale Suriname, dan moet je binnen 5 jaar gaan. Er komen steeds meer mensen van de andere delen van het continent. Die komen naar Suriname. Ik heb 2 buren die Portugees spreken en zo. Dus het verandert. En ja. Er is geen houvast voor jonge mensen. Er zijn geen toekomstpaden. Je kunt niet zeggen, ik ga dat worden. En dan die taal blokkeert ons als een gek. Jullie weten, ik hou van het Nederlands. Maar die taal blokkeert ons. We kunnen geen... Maar ja, dat is dan weer een heel ander verhaal dan het hele positieve familieslot. Nee, al die mensen die u samenbrengt in nee, dat huis. Nee, Maria, het positieve ervan is dat je onder ogen kunt zien onder welke situatie je leeft. En dat je dan correcties kunt aanbrengen waar je iets aan kunt hebben. En dat was er vroeger niet. Men geloofde te veel in goud, er is olie, er is dit, het gaat goed worden in Suriname, enzovoort, enzovoort. En nu weten ze, het komt niet goed. Okay. Die Hollanders hebben ons met niks achtergelaten. Ja. Nou, het komt niet goed. Maar ik raad u allemaal wel aan om het boek te lezen. Want misschien is dat wel iets heel moois. Het komt niet goed, maar toch is er ook wel een vorm van heling en hoop mogelijk om dat we meer beter nadenken. Jullie moeten ruimte maken voor ons hier. Heel graag. Heel graag. Dank u wel, Astrid Roemer. Zal ik je? Dank je. Ga lekker zitten. Ik pak je tassen. Ik pak je mijn dingen daar. Ik neem je tassen mee. Ja. Hier zo. Nou, geweldig. Volgens mij zijn we wel getuige geweest van een uniek interview. Dus heel veel dank, Astrid en Maria. Applaus. Ik was in ieder geval helemaal gefascineerd aan het luisteren. Wij zijn vandaag in Den Haag. En dat is een stad die heel erg actief is in dit jubileumjaar. Er gebeurt heel veel en er staat volgens mij nog heel veel te gebeuren rond 150 jaar afschaffing van de slavernij. En daar kan niemand beter over vertellen dan de betrokken wethouder van deze stad. En zij is vandaag aanwezig, zal ook een woord aan ons richten. Dus graag een applaus voor Marielle Favier, local burgemeester en wethouder van armoede, inclusie, emancipatie en volksgezondheid in Den Haag. Dank je wel, Shanti. En dank u wel, mevrouw Roemer, voor uw hoopvolle woorden. Toch. Dank daarvoor. En vooral voor uw hoopvolle woorden over de nieuwe generatie, voor de jongeren. En u heeft groot gelijk, er moet ruimte gemaakt worden. Ja, dank u wel daarvoor. Het is inderdaad waar, je ziet echt helemaal niks zo van het publiek. Ik ben ook heel erg vereerd dat ik hier iets mag vertellen. En ik zal het ook heel kort houden, want het gaat vooral over de verhalen vandaag. Hè, en over de verhalen die worden verteld over het verleden, over het koloniale en slavernijverleden. Maar ik wil heel graag heel kort delen wat de gemeente Den Haag wil gaan doen in dit jubileumjaar. En nog maar heel kort geleden hebben de regering en ook de burgemeester van Den Haag excuses uitgesproken voor het koloniale en slavernijverleden. En met name voor de rol ook, heeft onze burgemeester gedaan voor de rol die de gemeente Den Haag en de voorgangers van het bestuur hebben gespeeld in het koloniaal verleden. En het is een verleden waar ontzaglijk veel leed in naklinkt. En dat leed klinkt heel erg na ook in het heden. Het werkt door. En in de ziel van de nazaten en ook in de samenleving in de multiculturele wereld van vandaag.
En bij het aanbieden van de excuses werd op verschillende manieren gezegd dat hiermee geen punt wordt gezet achter de geschiedenis. Onze burgemeester heeft heel nadrukkelijk uitgesproken dat het een komma is en dat we hierna pas echt beginnen met de verwerking en het vinden van een nieuwe manier van respectvol samenleven en ook een nieuwe manier van ruimte maken, zou ik ook tegen mevrouw Roemer willen zeggen. En daarom is hier in Den Haag onlangs een besluit genomen, onder andere over een herdenkingsmonument, maar zeker ook over tal van evenementen die we in dit herdenkingsjaar gaan ondernemen en die we ook willen doorzetten in de komende periode. Want dat is denk ik wat we vanmiddag ook van elkaar leren, hoe belangrijk het is om verhalen te blijven vertellen en verhalen met elkaar te delen. Want op die manier kweken we ook meer ruimte en meer begrip voor elkaar. En vanmiddag verkennen we ook de Nederlandse koloniale geschiedenis en onze literatuur. En we laten de stemmen klinken van de nazaten die een plek verdienen in de Nederlandse literaire geschiedenis. We luisteren naar een andere kijk op ons koloniale verleden en we luisteren naar muziek. Want feiten zijn niet genoeg voor verwerking. Daar zijn dus de verhalen bij nodig. De romans, de gedichten, het spoken word, zo prachtig ook vertolkt vandaag, en zang. En veel daarvan zal misschien in de toekomst geleidelijk op de achtergrond raken, zoals heel veel in onze cultuur helaas. Maar ik hoop dat heel veel stemmen wel zullen blijven klinken in de culturele kanon van ons land. Daar doen we het voor met elkaar. En ik geef nu graag het podium aan zangeres Aruna Autar en de gedichten van Raj Mohan. Dankjewel. En voordat we daar naartoe gaan, even een korte intro daarop. Het is nu 150 jaar geleden dat de slavernij definitief wordt afgeschaft. En ook 150 jaar geleden dat de Hindoestaanse migratiegeschiedenis begon. De contractarbeiders kwamen van Brits-Indië naar Suriname. Van de ene kolonie kwamen zij terecht in de andere. Wisten niet wat hen te wachten stond, waar zij terecht zouden komen en of ze ooit zouden terugkeren. Ze hadden niet veel bagage bij zich en toch namen zij veel mee. Hun verhalen, gebruiken, goden en hun talen. En dat waren een hoop verschillende dialecten en talen. En in de periode van de contractarbeid in Suriname gebeurde eigenlijk iets heel erg bijzonders. Want zij ontwikkelden vanuit al die verschillende talen gezamenlijk een unieke taal. Een taal die is verbonden met de Hindoestaan-Surinaamse migratiegeschiedenis en die in deze vorm nergens anders wordt gesproken. En voor mijzelf roept de taal Sarnami thuis op. Het is de emotietaal van mijn ouders, die ook hier ergens in de zaal zitten. Elke dag ben ik omringd door het Nederlands, dat is mijn moedertaal, maar door mijn familie stroomt het Sarnami ook altijd mijn leven binnen. In uitdrukkingen, in verhalen, in humor en in muziek. En de laatste tijd besef ik eigenlijk steeds meer wat de waarde is van deze taal. En dat het best confronterend is om te beseffen dat deze taal steeds minder wordt gesproken. En het raakt me daarom dat we ook in Nederland echte pioniers hebben die van deze taal kunst maken. Echte ambassadeurs. Rabin Baldeelsing is zo'n voorbeeld. Die kennen we als nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme. Maar hij is ook dichter in het Sarnami. Zal straks ook optreden in het Foyer-programma. Raj Mohan is een andere grote pionier, een dichter en singer-songwriter, die ook heel veel gedichten heeft gemaakt in het Sarnami, ook hier bij Winternachten heeft hij dat vertolkt. En vandaag zal zijn werk vertolkt worden door zangeres Angel Aruna. Zij is ook zo'n geweldige ambassadeur, kan daar heel mooi over vertellen. En zij zal vandaag ook haar eigen werk met ons delen en ze wordt begeleid door muzikant Rekish. Geef ze een groot applaus. Shanti heeft ons al bijzonder mooi aangekondigd. Mijn naam is Angel Aruna, op gitaar Rekish. Ik mag hier vandaag staan omdat ik ben
Ik ben mijn taal. Ik ben een Hindoestani aurat, een Hindoestaanse vrouw. Ik heb vandaag meegenomen mijn oren, mijn tante van vaders kant. Een bracelet, zoals ze in Suriname zeggen. Van mijn oma, mijn nani, mijn grootmoeder van moeders kant. En een blakaboei van mijn moeder. Want deze drie vrouwen hebben mij gevormd. Deze drie vrouwen zijn mijn zijn. Deze drie vrouwen hebben mij gemaakt tot wat ik nu ben. Een ode aan deze drie vrouwen, maar vooral aan de voorouders die een zware reis hebben gehad. En waardoor ik hier nu mag staan en jullie allemaal het verhaal mag vertellen. Dank u wel. Aige piru laut ke haal hamar. Aige piru laut ke haal hamar. U jagha se jaha man ke dui teen iccha. Gumej ke bigal ego kona me. खोजे है बुढ़ापा जवानी के मोहर सोना के पानी में नहवावे के अरे आएगे फिनु लौट के हाल हमार ओ जगह से जहां मन के दुई तीन इच्छा घुमेज के बीगल एगो कोना में खोजे है बुढ़ापा जवानी के मोहर सोना के पानी में ना हवा भी के फराज मोहन एन अप्लाउज एक्चुअली ik ga gewoon vragen, want zo doen we dat. Dat mag toch? Vindt u dat maar goed? We gaan verder met Parwasi ke Kahani. Dat is mijn eigen werk. Dat vertelt het verhaal van de Hindoestaanse immigranten die vanuit India naar Suriname zijn gegaan. Parwasi ke Kahani. Ek sau pachas baris bhaile, jab hum log ke purkhan Bharat desh ke chhod ke gaile Suriname desh. Sapna dekh ke apan desh chhod ke gaile videsh. Sunye purkhan ke kahani. 1863 में सुरिनाम देश में गुलामी का अंत हो गया सब अफ्रीकन गुलाम उबर इससे आजाद हो गया ओकर कारण हॉलैंड के सरकार के खेतवन में किसान और कारखानों में कामकर्ता की जरूरी पड़ गई उस समय भारत देश में अंग्रेज के राज रहा और अंग्रेजी सरकार हॉलैंड की इजाजत देश भारत में मजदूर के खोजे के ऐसे भइल कि 1873 में हिंदुस्तानी के प्रवासी शुरू भइल भारत देश में झूठ झूठ बात सुनाई के बहकाई के आंखी में धूल झोंक के सुरिनाम ले गए बोलल गइल चल श्री राम देश उधर सब कुछ मिली कलकत्ता में पानी के जहाज पे बैठाइस और यात्रा शुरू भइल लल्ला रुक जहाजवा पे देखत देखत सपना कलकत्ता के दीपों से जब
कलकत्ता के दीपू से जब मुल के जहाज पे गली रे सोचत रेली पेट के खरतीन श्री राम देश चली वहां पर पांच बरिस कोनो जमींदार खरतीन खेती बारी करती तब ढेर पैसा मिलत और पांच बरिस बाद हमें मुफ्त में एक खेत मिलत अरे खेतवा तो मिलल बाकी बहुत मेहनत कर ली करी धूप में बहुत मेहनत कर ली खेती बारी मेहनत करके सुन ली बहुत रे बतिया मेहनत करके सुन ली रे बतिया खेती बारी मेहनत करके सुन ली बहुत रे बतिया खेती बारी मेहनत करके सुन ली बहुत रे बतिया सब सह सह के हम चुप रहली सब सह चुप रहली पढ़ैली बाकी देशवा कलकत्ता के दीपू से जब मुल के जहाज पे गैली रे कलकत्ता के दीपू से जब मुल के जहाज पे गैली रे परल आपन देश क्योंकि अब सरनाम आपन देश हुई है सरनाम अब इधर ही रहबे अब जिंदगी ही है गुजरी घर द्वार बाल बच्चन अब यही हमार देश सरनाम हमार देश साथ साथ घर द्वार बनैली जिंदगी अबहिया गाढ़ भरे साथ साथ ओ, 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 साथ साथ घर द्वार बनैली जिंदगी अबहिया गाढ़ भरे तू भी रहिए हम भी रहबे तू भी रहिए हम भी रहबे देश हमार कलकत्ता के दीपू से जब मुल के जहाज आप गैली रे कलकत्ता के दीपू से जब मुल के जहाज आप गैली रे तू भी रहिए हम भी रहबे तू भी रहिए हम भी रहबे देश हमार सरनाम रे सरनाम हमारा देश मैं से आले सरनाम हमारा आले सुरीरामर्स सरनाम हमारा देश थैंक यू वेल dan heb ik weer prachtig werk van mijn goede vriend Raj Mohan speelt hij niet goed gitaar ja toch Hij is een beetje verlegen. Maar we slepen hem er met z'n allen doorheen, hè? Gaan we naar Raj? Lipai ke Holland ke gober se Sarnaam ke dehi lukwai ke Bakran ke rivaj me Kaise sanai ke tani der khatir उज्जर बन गई और लिपाई के होलंद के गोबर से सरनाम के देही लुकवाए बकरन के रिवाज में कैसे सनाई के तनी देर खातिर उज्जर बन गई ठंडा देश के आगे में सेकाई के चारों कहती
सिकाई के चारों कैदी परोसल परल सोना के थरिया में दोनों हाथ मुरी पे धर के सोची ला अब दोनों हाथ मुरी पे धर के सोची ला कि छुरी का जाने कातत ठंडी के पीरा छुरी का जाने काटत ठंडी का पीरा और कलछुल का जाने छौकल दाल के सवाद कलछुल का जाने छौकल दाल के सवाद फराज मोहन Mijn bijzondere dank. En voor degenen die er vanavond nog zijn, ik zie jullie graag terug vanavond. Nog een hele mooie middag toegewenst. Dankjewel, Aruna en Rekis. Ik zei net, het tsunami is de emotietaal van mijn ouders, maar het kwam ook heel erg binnen bij mij, moet ik zeggen. Dankjewel. Nou wil ik het ook weer beter gaan leren spreken, dus wie weet wat er nog gebeurt. Dank jullie wel. We hebben net een hele mooie voordracht gehoord, gedicht van Tessa Leeuwsja. Waarom we absoluut het werk van Johanna Schouten Elsehout moeten blijven lezen, dat is duidelijk geworden. En straks gaan we nog veel meer van haar horen, want zij zal straks geïnterviewd worden over de betekenis van 150 jaar afschaffing van de slavernij voor haarzelf, haar land. En in haar geval is dat denk ik zowel Suriname als Nederland, haar familie en haar boeken. En zij gaat in gesprek met Fiep van Bodegom. Zij is schrijver, criticus en vertaler. En de vaste bezoekers van Winternachten hebben haar vast al eens in actie gezien. Maar eerst zal Tessa Leeuwsja voordragen uit haar meest recente boek De Wilde Vaart. Een applaus voor Tessa Leeuwsja en Fiep van Bodegom. Valt van alles uit. De Wilde Vaart gaat over een persoonlijke zoektocht die mijn man en ik ondernamen in Suriname over de rivieren. We zijn gaan varen. Het was corona. Ons bedrijf ging down. We konden niets anders. We zochten de kracht in onszelf, in de prachtige natuur. En ondertussen als zoekende zocht ik naar de geschiedenis van Suriname in de mensen die er nu nog zijn. En hoe het heden en het verleden samenkomen. En ik heb daar in het boek een intermezzo aan gewijd over de aard van Suriname. Als je iemand, wie dan ook, vraagt naar Suriname, wat weet je van het land? Vertel maar, maakt niet uit wat, kunnen er twee dingen gebeuren. Of men heeft nog nooit van Suriname gehoord, een Amerikaan bijvoorbeeld, of een inwoner van een ander land waar geografie er buiten de grenzen niet toe doet. Of somt iets op als, het is er groen, het ligt in Zuid-Amerika, het is een voormalige kolonie van Nederland en mogelijk zelfs, het land werd op 25 november 1975 onafhankelijk. Wie meer is ingewijd, zal vermoedelijk al snel het woord Nederland laten vallen, wat ergens iets raars heeft. Alsof Suriname nog altijd het verlengstuk is van het voormalige moederland en het onmogelijk is het niet in één adem te benoemen. Alsof het kind de reputatie van de ouder nooit zal ontstijgen, het altijd in diens schaduw blijft. Nee, wordt er dan gezegd, haar vader, die was pas een echte schrijver. Of zijn moeder, die schitterde pas echt op het witte doek. Voor de hartploeterende dochter of zoon blijft het eeuwig rommelen in de marge. Zo ook voor Suriname. Vertel een kind keer op keer dat het de mindere is van een ander en uiteindelijk laat het hoofd en schouders hangen. De tred wordt sloffend en stokt. Het tweederangs kind koestert nog maar één wens, te lijken op die ander. Op diegene die de waarheid in pacht meent te hebben. Alleen die weet namelijk hoe je het beste kunt kleden, hoe je haar moet zitten, waarin je moet geloven en waarin niet, hoe je moet spreken en in welke taal. Het mentale proces van aanbidding voltrekt zich langzaam maar onverbiddelijk. Zelfs beide partijen gaan hardnekkig in het onderscheid geloven, de top dog en de underdog.
alsof de kaarten nu eenmaal zo geschud zijn. Het eenvoudig weg in de genen zit. Te doen geloven dat kaarten slechts kaarten zijn, die je opnieuw kunt schudden, of het kaartenhuis omver kunt blazen, duurt jaren, decennia, een eeuwigheid. De brainwash heeft zich inmiddels grondig voltrokken. Dankjewel, Tessa, Liusja. Je begon je fragment net over het feit dat heel veel mensen niet weten waar Suriname ligt, of eigenlijk sowieso niet veel van weten. En vorig jaar zijn er excuses, heeft de minister-president excuses voor 150 jaar slavernij, of voor de herdenkingsjaar ingeluid in ieder geval. Hoeveel weten hedendaagse Nederlanders eigenlijk over Suriname? En dan is het natuurlijk ook de vraag over wie we het hebben als we over Nederlanders spreken in dit geval. Ja, nou ja, ik kan natuurlijk geen uitspraak doen over de Nederlander. Wel over ervaringen die ik heb. Toen ik, denk de vorige trip naar Nederland, vorig jaar, zat ik naast iemand en zij vroeg, bent u vaker in Suriname geweest toen ik terugreisde? Nee, dat was nog op Schiphol. Ik raakte met iemand aan de praat en zij zei tegen mij, een Nederlandse jonge vrouw, wat fijn om op een eiland te wonen. Oké, dit is de meest basale kennis. Ja, ik geef er nog een. Die mijn tantes mij vaak vertelden toen zij in Nederland kwamen wonen. Wat hen vaak overkwam, overkwam mij laatst ook. Wat kunt u goed Nederlands spreken? Ik denk dat steeds minder mensen iets afweten van Suriname. President Rutte nog een hele klus heeft om het onderwijs te gaan hervormen. En meer te gaan vertellen over wat Suriname betekent. Ja. Het is misschien dan ook wel een bruggetje naar het eerdere gesprek van Astrid Roemer. Die zei dat misschien Nederland zelfs een soort keten is voor Suriname. Gezien de directe omgeving. Ben je het daarmee eens? Een keten. Misschien is dit niet het juiste woord. Een barrière. Een barrière. Ja, het is een barrière in het vormen van je eigen identiteit. Hè? Nederland heeft natuurlijk heel lang bepaald, nou, wat ik voorlas, hoe Surinamers moeten doen, denken, handelen, waarin ze moeten geloven. En dat is een barrière voor het ontwikkelen van je eigen kracht, je eigen identiteit. Ik ben nu bijna 30 jaar in Suriname. Ik woon daar, ik ben hier opgegroeid. En ik heb een verandering gezien waarbij als je Surinaams sprak, wat mijn man heel vaak doet, dat mensen een beetje gechoqueerd reageerden. Hè? Dan ging je tanken bijvoorbeeld en dan zei mijn man, Laiwa Mbarki, zet er 100 SRD in de tank. En dat de pompbediende dan zoiets had, meneer, ik kan Nederlands spreken hoor. Dat begint te veranderen. Hè? Dat nu de taal wordt teruggenomen eigenlijk en dat mensen trots beginnen te zijn op de taal. Je hoort rap, je hoort muziek, je hoort allerlei dingen. Hele praatprogramma's op de radio. Dat is een mooie ontwikkeling. En dat is een ontwikkeling los van Nederland. Hè? Nederland is losgegaan van Suriname. Maar Suriname begint langzaam meer en meer los te komen. En dat is nodig om niet steeds gemeten te worden aan die oude maatstaffen. Ja, je vertelde al en je beschrijft het ook in je boek dat je zelf op meerdere manieren Nederlands en Surinaams bent. Opgegroeid als Amsterdam stadsmeisje, maar ondertussen je halve leven ook wonend in Suriname. Hoe kwam je zelf aan informatie over het slavernijverleden? Of hoe ontdekte je dat? Want zelfs dat moet je natuurlijk als kind leren, dat heeft bestaan. Ja, ik herinner me op de basisschool in Amsterdam. Nog even een stapje terug. Mijn vader is Surinamer, leeft niet meer. Mijn moeder is een Nederlandse, zit in de zaal. En zoals vaak gebeurt, mijn moeder maakte een beetje de dienst uit in ons gezin. En we aten veel Nederlands. Mijn vader sprak weinig over Suriname, omdat hij geleerd had, pas je aan. Hè, dat was toen heel gangbaar. Mijn vader kwam in de jaren 60 naar Nederland toe. Pas je aan, val niet op, doe niet moeilijk.
En dat leerde hij ook aan ons. En nu ben ik je vraag kwijt. hoe leerde je zelf over het slavernijverleden? Als ook deels een Amsterdamse. Ja, precies. Dus van huis uit had ik heel weinig over Suriname geleerd. Op school kregen we op een gegeven moment een lesje over de kolonie. Ging heel veel over Nederlands-Indië. Altijd Nederlands-Indië. En op een gegeven moment iets over Suriname. En we hadden een landkaartje met Suriname daarin. En ik keek naar dat land. Ik dacht, hè? Ik dacht dat Paramaribo en Suriname één waren. Ik had letterlijk gedacht, tot aan mijn 12e, dat Paramaribo en Suriname één waren. Dus zo weinig wist ik van het land. En ik ben me eigenlijk gaan interesseren toen mijn Surinaamse grootmoeder uit Suriname kwam en een aantal weken bij ons in huis woonde. En dat was tamelijk shocking, want zij was een echte Surinaamse vrouw. Zij droeg een prachtige anjisa toen nog, hè, een gevouwen doek. Zij was heel gelovig en ging heel vroeg naar bed en dan moesten wij stil zijn. En we moesten, ja oma, nee oma, wilt u dit, wilt u dat? Dat had heel veel indruk op mij gemaakt. En toen ze overleed, dat was die lijn was weg. En toen kwam ik jaren later in Suriname te wonen. Toen ging ik heel veel over haar nadenken. Toen dacht ik heb haar toen weggezet als een vreemde vrouw eigenlijk, hè, uit Suriname, andere gedragingen. Maar wie was zij eigenlijk? En toen begon ik me actief, hè, toen was ik dus al volwassen vrouw, actief te interesseren in Suriname over dat verleden. En over het slavernijverleden en de andere bevolkingsgroepen die naar Suriname zijn gehaald. Maar ik heb dus heel weinig tot niets vanuit het Nederlands onderwijs meegekregen. Is dat enigszins veranderd? Ik weet niet hoe het Nederlands onderwijs nu is. Nee. Dat zou ik niet durven zeggen. Maar als ik zo hoor dat er 100 miljoen euro naar het onderwijs onder andere moet gaan. Hè, dat is een van de bedragen na de komma. Dan denk ik dat er dus nog heel veel moet gebeuren. Zeker. Ja, je noemde al je grootmoeder Fancy. En eerder ook hoorden we je lofzang en de poëzie van Johanna Schouten-Elsehout. Ja, ik ben Elsehout dus. Ja. En hoe, dus nu is er een gebaar gemaakt. Ik weet niet of excuses het juiste woord is. Is dat, denk je dat dat ook, wat voor betekenis heeft dat voor zo'n generatie eerder, zoals je grootmoeder of zoals deze dichteres? Ja, van die generatie leeft er nagenoeg niemand meer natuurlijk. Mm-hmm. Denk ik, niemand. Het moet heel veel betekend hebben voor ze, denk ik. Omdat, als ik terugdenk aan mijn grootmoeder, maar ook mijn vader en zijn zussen en een broer die nog leeft, die in de 80 zijn allemaal. Je neemt dingen aan voor zoete koek. Je neemt je omgeving vaak aan, tenzij je een activistische inborst hebt, zoals bijvoorbeeld Anton de Kom, andere mensen. Dan denk je dat dat de norm is en dat dat normaal is. En zo ben ik eerlijk gezegd zelf ook opgegroeid. Als toen Amsterdam toch een uitzondering met mijn krullen en mijn kleur. En je nam dat eigenlijk allemaal maar aan. En dat zij op een gegeven moment erkend zouden worden in het leed, het zware leven dat ze hebben gehad. Vooral door armoede, door achterstelling, door racisme. Ja, ik denk dat dat heel, heel erg veel voor ze zou hebben gedaan. En dat het heel ontroerend moet zijn om een leven. Natuurlijk was Johanna Schouten was een ontwikkelde vrouw in die zin dat ze al nadacht over die dingen. Mijn oma was een wasvrouw die kleren waste voor witte en lichtkleurige mensen in Suriname. En haar leven betekende armoede en steeds weer een kind erbij. En, maar dat een oorzaak had en dat was aangebracht door de geschiedenis. Dat het ook erkend werd en uitgesproken zou worden, dat zou haar, ik denk dat ze dan vredig zou zijn ingeslapen alsnog. Ja, ja, mooi. Ja, want er zijn drie kernwoorden in die toespraak over het slavernijverleden. En dat is erkenning, excuses en herstel. En in je boek waar je net uit voorlas, De Wilde Vaart, vaar je met je man de rivier af richting zee. Langs allerlei voormalige plantages die in meer of mindere staat van verval zijn. Dus als het over dat begrip herstel gaat, wat houdt dat in? In erfgoed of in culturele zin? Of waar denk je dan aan?
Ja, ik denk in eerste instantie in mentaal herstel. Hè? Ja. Dat mensen die getraumatiseerd zijn, beperkt zijn in hun mogelijkheden, ten eerste erkend worden in dat dat een gevolg is van een ingreep, een koloniale ingreep. Als ik in Nederland ben, logeer ik bijvoorbeeld vaak in Amsterdam Zuidoost, de Bijlmer. En denk ik, hoe komt het dat hier allemaal donkere mensen, mijn mensen wonen? En dan doe ik 2 meter haltes verderop, de grachtengordel en zo, en dan is iedereen opeens wit. Hoe komt dat? Weet je wel, dat is een doorwerking van het verleden en goedkope huisvesting, slecht onderwijs. Dat moeten we eerst erkennen. En dan gaan aanpakken. En dat is herstel, volgens mij. Dat je mensen, dat je het leed erkent, dat je ook de doorwerking erkent en dat je daar iets aan gaat proberen te doen. Om mensen hun waardigheid eigenlijk ook terug te geven. Dan wil ik niet zeggen dat Zuidoost niet een niet waardige plek is, maar dat er wel sprake was van een ghettovorming, waar niemand mee bezig was. Totdat Amsterdam zelf vol begint te raken en opeens door gentrificatie mensen denken, oh, daar staan ook nog flats. Weet je wel, dus... Als ze niet al afgebroken zijn. Ja, 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 dus... Mag ik iets zeggen? Ja. Ja hoor. Mag ik iets zeggen? Maar, kijk, schrijven is natuurlijk niet alleen maar een verhaal vertellen. Schrijven is ook de taal bevrijden van historische stereotypen. Dat is vreselijk belangrijk. Want anders transformeer je al die connotaties weer in de nieuwe generatie. Oké. Okay. En je weet, ik respecteer je dus, daarom durf ik het ook tegen je te zeggen. Als jij zegt nu, die donkere mensen in de Bijlmer, er zijn geen donkere mensen. Snap je? Dat begrip donkere mensen komt van... het donkere continent Afrika, terwijl Afrika het lichtste, meeste licht heeft, dus het lichtste continent is van de wereld. Ja, maar Astrid, jij koppelt een waarde aan het woord donker en dat is niet een waarde die ik nu hier bedoel. Dus ja. Ik zou kunnen zeggen, wonen veel Surinamers, Ghanese, Nigerianen, Senegalezen in de Bijlmer. Ja. Ik koppel geen waardeoordeel aan het woord donker, maar volgens mij jij op dit moment nu wel. Maar dat is het probleem. Op het moment dat je, hoe kan je een woord gebruiken als auteur, om verder niet erover te gaan, hoe kun je een woord gebruiken als auteur en tegen mij zeggen, daar koppel ik geen waarde aan. Hoe kan dat? Hoe kan je curry gebruiken als je kookt en geen waarde aan die curry hechten? Je zet die curry in dat gerecht, omdat je weet ongeveer hoe die curry gaat werken op die kip. Dus je moet weten welke woorden je gebruikt. Maar het is geen verwijt aan je. Ik probeer alleen maar, want een heleboel schrijvers staan daar niet bij stil. Maar zo transformeer je die negatieve historische connotaties weer naar nieuwe generaties. Dus daarom merk ik het op. Maar je moet het niet zien als kritiek op je als persoon. Want je weet dat ik je respecteer. Ja, nee, dat weet ik. En dank je voor je toevoeging. Een anekdote even hier. Ik hou van boksen. En ik kijk graag naar bokswedstrijden. Samen met mijn man. Dan heb je nu de situatie dat er een Afro-Amerikaanse bokser in een hoek staat en een witte bokser in de andere hoek, die gekleed, nagenoeg hetzelfde gekleed zijn. En dan is er een omschrijving, de bokser in de right corner, die draagt witte schoenen met rode veters, vecht tegen de bokser in de andere hoek, die een blauwe broek aan heeft, met... We moeten ook niet krampachtig gaan worden. De ene man is donker, de andere man is licht. Dus ik maar denk... ze hebben ook beide namen. Die man toch? Ze hebben ook beide namen. Nee, maar... Nee, Tessa, die man is niet donker. Donker is... Nee. Ik denk dat dit een punt is waar we vandaag niet uit gaan komen. Nee, we gaan er niet uitkomen. We bewaren voor de foyer, nee, Tessa, Astrid. Even tot slot. Ja. Even tot slot. Donker is afwezigheid van licht. De grap is... Dat mensen die veel pigment hebben, pigment geeft de aanwezigheid van licht aan. Dus het is ook een historische leugen. Goed. Dankjewel. Je volgende vraag. Ja, ik denk dat de schrijver inderdaad een zekere verantwoordelijkheid tegenover de taal heeft. Mm-hmm. Maar ieder op zijn eigen manier.
De discussie gaat nog even door. En dit is misschien ook een gesprek inderdaad wat heel goed is om te merken dat ook gewoon door moet gaan. En helemaal niet dichtbij een conclusie is. Maar misschien dan de vraag over wat voor jou dan de rol van literatuur is. Dus naast misschien specifiek het, de stereotypen of de associaties en connotaties van een taal onderzoeken en gebruiken. Als het in het idee van erkenning, excuses en herstel gaat, wat is dan voor jou de rol van literatuur? En zowel misschien wat je leest en wat we ook al gehoord hebben als wat je maakt. Ja, de rol van literatuur is ontzettend belangrijk. Met literatuur kun je uitbeelden, dit soort containerbegrippen kun je uitbeelden. Kun je invoelbaar maken en inzichtelijk maken. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Dat je niet alleen maar een begrip roept als contractarbeiders. Maar dat je daar ook hele verhalen over maakt. Waarbij je hun historie, hun cultuur, hun leed, maar ook hun hoop, hun verdriet, hun pijn... meegeeft aan een lezer. Als je een boek leest daarover, dan blijft het je altijd bij. Lees je een stukje tekst in een pamflet, een brochure, dan vergeet je dat weer. Dus de rol die wij, niet alleen wij als schrijvers, maar ik denk ook muzici die je meenemen in prachtige muziek, die vertellen over hun achtergrond. Ik denk dat dat essentieel is, omdat het anders droge materie blijft, waar je geen connectie mee hebt, hè? En de taal kan je natuurlijk vervoeren en kan poëtisch zijn en kan strelend zijn. En los van de harde begrippen die je soms probeert uit te leggen, kan taal een verbindend instrument zijn om een boodschap ook mooi over te laten komen. En zie je dat op een bepaalde manier ook als je rol? Of is dat iets wat daar buiten staat? Dus je bent geïnteresseerd in bepaalde onderwerpen en daar schrijf je over? Of voel je ook een soort verantwoordelijkheid daarin? Ja, vanaf mijn eerste boek heb ik geschreven over het koloniale verleden. En iemand zei een keer tegen mij... ik heb niet alleen iets te vertellen, ik heb ook iets te zeggen. En ik denk dat heb ik niet bedacht. Ik voelde me geroepen omdat ik zo weinig terugvond in de literatuur... En ik heb ook fictie geschreven natuurlijk. Hè. Verhalen die hopelijk op een organische manier... Dit was een voordracht waarbij ik een stukje eigenlijk uitleg... in hele beknopte bewoordingen. Maar ook verhalen heb ik geschreven die je meenemen in die historie... en ook meerdere perspectieven laten zien. Want dat is natuurlijk ook heel mooi voor literatuur. Je kunt perspectief... Ik heb bijvoorbeeld Plantage Wildlust... waarbij ik ook het perspectief van... mensen, een Nederlands echtpaar dat met de beste bedoelingen naar Suriname reist om een plantage te beginnen. En dat je ook dat beleeft. Want het was natuurlijk niet het een of het ander. Maar ook heel vaak de nuance, het grijze gebied. Mensen die het op zich goed bedoelden. En nu praat ik over de 20e eeuw al. De tijd van de contractarbeid. Die het goed bedoelden, maar die ook werden meegenomen in een systeem dat kapitalistisch is. En dat... georganiseerd is om andere mensen uit te buiten. En ik denk dat literatuur die kracht heeft om van verschillende kanten, verschillende perspectieven, begrip te wekken voor mensen hun standpunt in een bepaalde periode in de tijd. Ja. Dankjewel. We zouden nog eigenlijk heel lang door kunnen gaan, maar we moeten stoppen. En misschien is het heel goed, de wilde vaart laat je heel veel van die perspectieven en geschiedenissen zien van mensen die langs de rivier wonen en allemaal een eigen verhaal hebben hoe ze op die plekken zijn terechtgekomen. En ik denk dat ook nu heel duidelijk is dat het een discussie is die doorgaat. Dankjewel, Tess. Graag gedaan. Dankjewel Tessa Leeuwsje en Fiep van Bodegom. Ik vond het heel mooi waar je ook mee afrondde, want ik denk dat het inderdaad zo is. En ik hoop ook dat we ook echt nog heel erg veel met elkaar in gesprek gaan en naar de verhalen van elkaar luisteren. We zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma, Verhalen die Verbinden. Bijna, want we hebben straks nog een hele mooie afsluiter. Maar ik wil jullie er nu alvast op wijzen dat we straks in de foyer nog een heel mooi naprogramma hebben. Met bijdragen van Rabin Baldeelsien, die ik net al noemde. Maar ook van Brittany Lindo, schrijver en spoken word artist. En de presentatie is dan in handen van de stralende Sarita Beinhardt, die hier vooraan zit.
Als jullie blijven, dat hoop ik natuurlijk, want in de avond gaan we naar het tweede programma van vandaag. All the World's Excuses, dat is in het Engels. En daarin wordt het perspectief groter. Spreken we ook met auteurs uit meerdere landen over dit onderwerp. En we hebben onder andere te gast Caleb Azuma Nelson uit de UK, David Diop uit Frankrijk, Chika Onikwe uit de VS. Astrid Roemer is er ook weer bij, Neske Becks uit België, Radna Fabias en we gaan ook weer luisteren naar Angel Aruna. En verder hebben we natuurlijk de boekhandel hier, waar jullie allemaal, als het goed is, straks allemaal boeken gaan kopen van de auteurs die we net hebben gezien. Er is ook gelegenheid tot signeren, dus dat zou ik absoluut doen. Even terug naar de middag. We hebben geluisterd naar de prachtige voordracht van Babs Gons, onze nieuwe dichter des vaderlands. Daarna gingen we naar Dat wij zongen met mooie verhalen van Tessa Leeuwscha en Daphne Huisten over auteurs die we echt niet mogen vergeten. Een heel mooi, uniek interview met Astrid Roemer door Maria Vlaar. Een speech van een hele betrokken wethouder. En daarna een ontroerende voordracht in het Tsarnami van Angel Aruna. En daarna het hele mooie gesprek ook tussen Fiep en Tessa, wat meteen heel veel opriep. En dat is denk ik alleen maar goed. Het heeft mij heel veel gegeven, moet ik zeggen. En ik zei het aan het begin van het programma, het raakt mij persoonlijk. Maar dat geldt denk ik voor veel meer van jullie in de zaal, of eigenlijk voor ons allemaal. We zijn er allemaal mee verbonden en deze verhalen zijn van iedereen. En daarom is het zo belangrijk om deze verhalen te kennen. Ik vond het een eer om dit programma te mogen samenstellen. Ik vond het ook een eer om het te mogen presenteren. Het doet me ook wel wat dat de zaal zo vol zit. Dus heel veel dank ook voor jullie aanwezigheid. En ik hoop met heel mijn hart dat deze aandacht en erkenning voor dit thema niet bij dit ene jaar blijft. Maar dat het gewoon een vast onderdeel wordt in onze literaire programma's. We hebben nog één optreden als afsluiter. Daar hebben we zo van genoten in het begin. Ik ben heel blij dat we weer straks gaan luisteren naar Holland Barok. En ik neem zelf nu afscheid van jullie en ik hoop jullie vanavond weer te zien. En een applaus voor Holland Barok als afsluiter. APPLAUS